klopt. Jullie kunnen mij horen, neem ik aan. Laat me even weten. Als je online bent, even een duimpje zou fijn zijn. Het is al 2 minuten over, dus zoveel tijd hebben we niet. Dat zou kunnen. Ja, geluid is goed. Nou, fijn om te horen. Alex, fijn dat je er ook weer bent. Nou, goedemiddag. Fijn dat jullie denk dat er zijn. Niet allemaal, maar goed, daar blijf ik net een beetje over doordrammen uiteindelijk. Maar we zijn in ieder geval uiteindelijk ook online zijn een aantal deelnemers. Dus ik zou bijna roepen, zijn toch redelijk compleet. En waarom zit ik daar altijd zo uiteindelijk naar te verlangen dat we uiteindelijk compleet zijn? Nou, dat is heel simpel. Uiteindelijk, compleet is gewoon uiteindelijk heerlijk om, om te zijn, hè? Zou je kunnen zeggen, toch? Uiteindelijk, als je compleet bent, nou, oké. Okay. Dus uiteindelijk, als je niet compleet bent, dat is altijd een beetje een gemis. Dat is een reden waarom ik uiteindelijk verlang naar compleetheid. Dat geldt ook wel een beetje net in deze lessen, maar dat gaat dan niet lukken. Want uiteindelijk compleet zijn wat betreft dit verhaal, dat kan eigenlijk niet. Uiteindelijk zou natuurlijk nog veel meer verteld moeten en kunnen worden. Je weet intussen dat de opzet van deze cursus niet een kennismaking. Daarvoor denk ik dat we iets te gedetailleerd. Maar het is ook weer niet zo dat we heel erg dicht bij de dingen komen. Het blijft een beetje een overview, zou je kunnen zeggen. Dus we kijken naar een ontwikkeling. Dat is eigenlijk wel een beetje de onderstroom. Dat vooral de bedoeling zichtbaar te maken hoe architectuur veranderd is. En hoe dat te begrijpen valt. Uit zichzelf, maar ook wel misschien te begrijpen valt uit de wereld waar die architectuur uit voortkomt. En ja, nu hebben we het natuurlijk over een jaren 20. Ik moet overigens wel eerlijkheidshalve bekennen dat de bedoeling van de cursus was 1925, 1940. Hè. Dat heb je nog heel duidelijk op allerlei plekken. Op de website staat het zo aangekondigd. In wat ik ooit heb uitgedeeld stond het zo. Dat zo absoluut omschreven. Jan, als je me een beetje kent, dan weet je dat ik me niet zo graag aan omschrevenheden hou. Dat doe ik vandaag dus ook niet. Ik ga gewoon beginnen met iets van voor 25. Dat heeft wel een bedoeling om sociale woningbouw. Dat is eigenlijk een beetje het thema. En dan moet je wat dat betreft het verhaal eigenlijk beginnen met Amsterdamse school. Maar daar zijn we al een keer mee bezig geweest. Dus dat is al een onderwerp wat voorbij is gekomen. En dan Michiel Brinkman mogen aanwijzen als de representant van de andere gedachte. Want je kunt in de Nederlandse architectuur kun je twee richtingen aanwijzen. Dat is het bekende verhaal wat we al eerder mochten ontmoeten van kunstzinnigheid of kunstwollendheid, zoals het in het Duits zo mooi heet. En daarnaast waren er de functionalisten. En je mag dat Brinkman een beetje onderbrengen bij dat functionalistische. Al is het altijd wel heel gevaarlijk om zo rigoureus mensen in een hokje te duwen. Dat zullen jullie waarschijnlijk net zelf ook niet willen. Maar we willen overview, we willen een beetje een totaalbeeld. En dan duwen we Michiel Brinkman toch maar in dat hokje van de functionalisten. Ik moet overigens meteen wel iets over de naam Brinkman zeggen, want die is bekend, hè? Neem ik aan. Brinkman van de Vlucht. En dan zou je nu al denken dat je hier te maken hebt met die beroemde compagnon in dat bureau. Brinkman van de Vlucht zijn spreekwoorden geworden. Onder andere door de bouw van de vanillefabriek. En deze Brinkman daartegen, dat is Michiel. En die andere, dat is Jan. En deze is de vader van die andere. Ik hoop dat je het nog een beetje... Hè, maar hoe dan ook, de architect van de vanillefabriek, die heeft dus wel een hele mooie achtergrond. En dat is eigenlijk deze vader. Die ook niet voor niets vandaag voorbij komt. Want ik wil niet roepen een belangrijker onderscheid te maken tussen de een of de ander. Maar laten we het zo stellen dat ook Michiel Brinkman is van een zeker belang. In Utrecht, misschien even te noemen, hè, waar nu Tivoli staat. Daar stond ooit ook die plek, het muziekcentrum Tivoli. Hè? Daar stond ooit het beursgebouw van Utrecht. Dat is later verhuisd, dat weet je in de tussentijd. Maar het stond ooit in het centrum, op het Vredenburgplein, een enorm gebouw. Dat was ook 21, 22 gebouwd door Michiel Brinkman. Ik wilde maar eigenlijk net iets zeggen over een voor ons wat onbekende architect, die in ieder geval met dat gebouw daar in Utrecht een beetje boven komt drijven. Maar ik denk dat de belangrijkste bijdrage van hem, en zo wordt het ook altijd genoteerd, zelfs internationaal, is aan die woonwijk en dat Spanger. Ja, dat heeft meteen bij ons bij de voetballiefhebber, laat ik het zo zeggen, meteen wel dan denk je aan Sparta, dan denk je aan het Kasteel, een club uit die hoek van Rotterdam. Die ooit vijf keer achter elkaar, dat komt niet zo heel veel voor, vijf keer achter elkaar landskampioen is geworden. Moet je je voorstellen.
van ik denk het 1909 tot 1914 uit denk dat Sparta. En dan leuk van dit verhaal is denk ik dat toen kon je nog wat verdienen met zo'n landskampioenschap. Als je dat 5 keer achter elkaar had gehaald, dan bleek uiteindelijk daar ineens middelen te zijn om een van de mooiste voetbalstadions uiteindelijk van Nederland te bouwen. Nee, het eerste voetbalstadion van Nederland is dat kasteel van uiteindelijk van Sparta. Dus mocht je nog eens een keer denk ik, ga naar Spangen, ga het kasteel kijken. Nou, voordat je dat doet, ik zal even de buurt aanwijzen hopelijk. Nou, voordat je het doet, uiteindelijk moet je even naar de bijdrage van Michiel kijken. Woningbouw, die hij daar heeft gerealiseerd. Het hele wijkje is inderdaad wel een beetje door hem bepaald. Hij is inderdaad de architect van de stad. Maar hij heeft uiteindelijk in dat wijkje weer één, ik zal het even laten zien, het Justus van Effenplein, of project is misschien beter geschreven, heeft hij meteen indruk gemaakt. Naam en faam, bekendheid internationaal door uiteindelijk dit Spangen. Moest ik even denken, dit is Bospolder en Tussendijken. Dat zijn uiteindelijk dat goedemiddag. Ja, stil binnenkomen, Florence, heeft geen zin, hè? Dan zou ik ook gewoon meteen gaan zitten, ja. Je doet wel netjes op je tenen, maar ja, ik denk, hè? Nee, dit is uiteindelijk dat hoekje Rotterdam. Ik denk dat je uiteindelijk wel een beetje thuis bent in de stad, hè? Je kunt denk ik, hè, bedoel, als we toch even uiteindelijk wijzen naar plek, moet ik wel oppassen dat zelf en daar ook en dat even zoekende mijn weg uiteindelijk te vinden. Maar ik denk, nou goed, ik denk dat het centrum, het centrum, ja, potverdoeie, nee, Kop van Zuid, hier op deze plek, de Zwaan, of ik denk dat de Erasmusbrug, ik denk op die plek, en weet je een beetje, ik denk hoe ver we eigenlijk van het centrum verwijderd zijn? Want ik denk in principe, ik denk, was dat toen wij, ik denk dat daar, of nu wij daar sociale woningbouw mogen projecteren, het was al wel, ik denk, enigszins bebouwd, maar dit is eigenlijk een nieuwe uitbreidingsstuk van, ik denk, Rotterdam. En nou, in dat kader, met ook nu een toenemende, ik denk, zeg maar, behoefte aan woningen, komt wel een beetje overeen met onze tijd, ik denk, dat werd daar in sneltreinvaart, werden ik denk, grote projecten gerealiseerd. En die projecten konden alle kanten uit. We hebben gezien, Nederlandse architectuur, ik denk, we spreken 1920, heeft al, ik denk, in ieder geval in Amsterdam al, hè, die, ik denk, dat representant in de gedaante van, ik denk, de Amsterdamse school. Er zijn woningbouwverenigingen. En hier daartegen ontwikkelt zich een andere architectuur. En je zou zeggen, ik denk, daarmee kunnen we toch goed beginnen vanmiddag. Omdat dat, ik denk, project wat Brinkman daar realiseert, misschien niet zo bezig is met, ik denk, alleen maar die buitenkant en de verfraaiingen. Je weet hoe, ik denk, dat daar de collega's tegenaan kijken. Ik bedoel, meer de functionalisten tegen de Amsterdamse school. Ja, die vonden dat toch uiteindelijk wat uiteindelijk onzinnige decoratiedrift. Ze spraken ook niet voor niets inderdaad over bij de Amsterdamse school. Dat zullen wij moeilijk uiteindelijk meer kunnen accepteren. We zouden dan zelfs een beetje irritatie voelen. Maar het woord was wel uiteindelijk schortjesarchitectuur. Dus uiteindelijk de uiteindelijk anderen, want zo moeten we de Nederlandse architectuur toch benoemen. Er zijn dus twee kampen, maar de anderen keken tegen uiteindelijk de baksteendecorateurs aan als uiteindelijk verspillers. Die uiteindelijk te veel energie staken in de buitenkant en te weinig aandacht besteden aan de hele simpele redenering was uiteindelijk dat het geld besteden. Waar doe je dat aan? Doe je dat aan uiteindelijk een goede plattegrond en zorg je ervoor dat de woning uiteindelijk ook in vierkante meet? Of nou, uiteindelijk dat wijkje wat uiteindelijk dat, of dat stukje, dit is het Justus van Effen project hier. Dit is uiteindelijk over het kasteel, hè? Dat ligt inderdaad heel mooi in het centrum van Spangen. Ik denk dat mijn zoon werkt bij de Goudse en die zijn dan weer, sponsors van Sparta. Dus ik hoor af en toe een beetje hoe de voetbalvereniging het daar doet. Maar hoe dan ook, naar dat project. Nou, en dan zou ik zeggen, dat als daar 2021 aan verbonden mag worden, dat is best wel een indrukwekkend. Ik denk dat in eerste instantie meteen al in beeld komt de ruimte. Ja, als je nu deze luchtopname kijkt, hè, dan denk ik opmerkelijk veel, veel buitenruimte. Maar natuurlijk wel de gedachte, dat is niet voor iedereen, maar dat is eigenlijk net voor de bewoners van dit project. En dan niet één, hè, maar je merkt ook een beetje gecompartimenteerd. Er zijn meerdere stukken die niet privé zijn, hè, maar die allemaal publiek. Dus je kijkt niet naar, het is nu weer net een opname van nu, hè. Dan zou je de indruk kunnen krijgen dat alles weer keurig aangeharkt, wat veranderd is. Maar ook in de toenmalige tijd was dit een aanzienlijk, zelfs indrukwekkend, het gebouwencomplex met heel veel ruimte buiten. Het is wel hoog, dus het telt al met al het begaande grond. 3 verdiepingen. We lopen even naartoe. De midden,
De middellijn wordt ook bepaald door woningen, maar ook een belangrijk element was uiteindelijk dat het centrum, dat bevatte het washuis. En dat is wel goed uiteindelijk om daar nog eens bij stil te staan, dat net in die tijd waar wij het over hebben, sociale woningbouw, dat het niet vanzelfsprekend is dat men uiteindelijk thuis de mogelijkheid heeft om zich te wassen. Dan zijn er nog de badhuizen. En ik denk hier is daarentegen dat voor het wijkje, ik denk, als je dit een wijkje mag noemen, hè, is dat het badhuis. Het is ook het ketelhuis. En als dat genoemd kan worden, dan denk ik in ieder geval hebben ze hier allemaal al denk, centrale verwarming. En dat ja, zal menigheid ook weer niet helemaal verwonderen of uiteindelijk verbazen. Maar het is uiteindelijk 1920 toch wel opmerkelijk dat een wooncomplex uiteindelijk een centrale voorziening heeft. En dus naast dat badhuis in het centrum uiteindelijk is ook het ketelhuis. Dus dat is mooi met elkaar uiteindelijk verbonden. Dan uiteindelijk is dit de toegang. Hè? Dit zijn opnames van jaren geleden. Nu in de tussentijd is het denk, aangepast. Dat betekent ook meteen dat het aantal woningen is denk, teruggebracht. En dat heeft nu alles te maken met het idee over hoe groot een woning nu moet zijn. En hoe groot de woningen denk, toen waren. Dus daar denk, dat is in de tussentijd wel iets denk, veranderd. Om ze denk, zeg maar, andermaal weer aantrekkelijk te maken. Je ziet overigens niet, maar dat is gelukkig denk, wel denk, in de tussentijd. Er was ooit iemand die riep uiteindelijk naar de kleuren. Hè? Uiteindelijk, want die uiteindelijk zijn nu makkelijk uiteindelijk baksteen en wat gepleisterd uiteindelijk wit. Maar ooit was dit wijkje, zoals iemand uiteindelijk ooit schreef, uiteindelijk en pas op de woorden, uiteindelijk, maar je zult het zo meteen onmiddellijk bevestigen. Dit wijkje was kakgeel. Kakgeel, ik weet niet of je uiteindelijk iets met kakgeel, of je het kunt voorstellen. En de deuren en ramen waren uiteindelijk poppetjeskastgroen. Poppetjeskastgroen. Nou, ik weet niet of je daar ook een beeld bij hebt, maar je merkt wel, ik verwoord dit maar even, of beter, ik citeer dat om ook inderdaad zichtbaar te maken dat niet iedereen enthousiast was over dit project. Maar het lijkt mij, dat het bij Brinkman nog niet zo gaat om de kleuren, de kleurrijkheid. Het is uiteindelijk in die zin wel zaak. Metselwerk is bij tijd wel even sierend. Hè? Zo roep je toch uiteindelijk Amsterdam School is dan wel niet de referentie. Maar dat gebruik van die bakstenen om daar even zo'n roesje mee te maken, zo'n woord wat ook in die Amsterdam School architectuur zo goed te gebruiken is, hè? Dat komt hier ook voorbij. Nou, ik zal je even uitdenken, dit is van jaren geleden. Dus dat vertelt iets over de verandering van de wijk. En nou komen, ja, kakgeel. Ik weet niet of dit al wil vertellen wat dat is. Maar gaat het zo meteen wel vertellen. In ieder geval het poppetjeskrast, groen, dat komt er wel voorbij. Het wijkje is daardoor meteen, hè, het is nu weer hersteld. Het is gerenoveerd, gerestaureerd zou je misschien wel willen gebruiken. Je kijkt nu naar het badhuis. En naar dat ketelhuis, dat heeft nu al lang die functie het verloren. Maar wat in tussentijd wel blijft, is dat in Rotterdam, dat je het woont in een complex met zoveel buitenruimte. En dat kan tot de dag van vandaag net een goede reden zijn. Heel veel jonge mensen kiezen als ze al kunnen kiezen, want het is niet makkelijk om hier een woning te kopen. Maar die kiezen er wel voor om hier te willen wonen. Niet alleen om de woning, maar om de kwaliteit van die buitenruimte. Nou, dat is van meet af aan. Is er ook wel een beetje het idee geweest van, ah, kijk, hier heb je de goede kleurstelling, zou ik eens willen zeggen. Maar dat is ook van meet af aan wel een beetje, Brinkman zijn bedoeling geweest. Buitenruimte. Dan heb ik het niet alleen over, de ruimte beneden. En daar komt het eigenlijk, de bijzonderheid van dit hele ondernemerschap in die verdieping. En dat daar aanwezig zijn van wat dan, ja, je zou kunnen zeggen, een binnenstraat heet. En dat is best wel een uniek ondernemen. Kijk, de binnenstraat, je kent het begrip, neem ik aan, hè, toch? Komt vaak bovendrijven, als je het hebt over Le Corbusier's en unités. Dan is dat woord ineens heel manifest. En dan wordt er meteen ook net geroepen, mislukt. Waarom was dat in zijn gebouw niet helemaal succes? Omdat het daar zich een inpandig bevindt. Hier daarentegen is het echt een straat op niveau, maar wel een straat met, nou zeg maar, alles wat erbij hoort. Weer en wind. Dus het is niet een beslotenheid, niet ontrokken aan de werkelijkheid. Het is anderzijds wel zo breed dat je het toch wel als een straat mag definiëren. Dus het lijkt nu alsof hier te maken met een galerijflat. Nou, ten eerste, dat zal misschien al gelezen zijn. Dit zijn geen flats, maar dit zijn duplexwoningen. Dus kijk naar in die zin een woning op een woning, zou je kunnen zeggen. Dus dat betekent dat die straat, die geeft toegang. De groene deuren aan de straat, dat zijn de voordeuren. En daarboven bevindt zich de slaapkamers. Als je dan hebt over, want ik
zat een mooi verhaal te vertellen over centrale verwarming. En dan zou je denken, oh, dat zit inderdaad goed. Ja, dat zit ook goed in de woonkamer. Er staat in de woonkamer één radiator en de slaapkamers boven, die moeten het hebben van de verwarmingsbuizen, die dan zeg maar, die radiatoren bedienen. Dus een beetje zeg maar, warmte die erbij komt kijken en die je net in de slaapkamer misschien ook niet zo, ja, zo nodig hebt. Wat ze wel hebben, en dat maakt me natuurlijk naar goed, het is ook wel een beetje vanzelfsprekend, de keukens hebben op verdieping hebben vuilstortkokers. Kun je nu ook van zeggen, nou ja, zo spannend is dat ook niet. Maar ik denk dat het goed is om de context nog eens even mee te nemen. Hè. Het begin jaren 20, ik heb er nu geen plaatjes van bij. Maar als je dan kijkt hoe de arbeidsklasse zeg maar ondergebracht is, en dat klinkt het als een heel actief woord. Hè. Dan denk je, ondergebracht betekent een overheid die dan mensen een dak boven het hoofd geeft. Nou, ja, dat is eigenlijk grotendeels nog niet het verhaal. Dat begint nu wel een beetje in beeld te komen. Maar heel veel mensen wonen echt, zeg maar, het woord belabberd schiet tekort, om te benoemen. Met z'n allen op een kamertje van, 3x4. En dan met z'n allen bedoel ik, ook echt, met z'n allen. En gezinnen in die tijd zijn veel groter dan, dan nu. Dus als dat meegenomen kan worden, als er bijvoorbeeld, dus geen toilet is. Als er, in die zin, niet dat eerste verhaal van verwarming en stromend water. Ja, dan wordt dit toch denk ik wel indrukwekkend. Maar de indrukwekkendheid schuilt met name in die, ja, in die binnenstraat. Dat is eigenlijk een gedachte. Het heeft niet zo heel veel te maken met alleen maar loutere functionaliteit. Want dan zou die dan zou die smaller kunnen zijn. Het heeft te maken met ook een gedachte aan het sociale aspect. De straat, deze plek, men ageerde ook, hè. Moet je voorstellen, er zijn ook mensen meteen die niet alleen hebben over de kleuren, maar er zijn ook mensen die zeggen, hier komt ellende van. Hè? Hier komt echt ellende van. Die waren echt net beduust en ook wel een beetje verbijsterd. Dat brengt man zoveel ruimte schiep voor de deur. Wat was hun angst? Dat daar vanzelfsprekend dan zoals het ook werd genoteerd, banale burenruzies zouden ontstaan. Als mensen elkaar ontmoeten, was dan de gedachte, nou, dan heb je, om een beetje in de poppetjes te blijven, dan heb je de poppetjes aan het dansen. Nou, in de tussentijd zijn de foto's die ons van eerdere tijd nog iets kunnen vertellen, die zijn omgekeerd. Misschien is het wat geposeerd, hè? En anderzijds roept men, nee, dit blijkt als je de bewoners toen en de dag van vandaag opnieuw weer hoort, is dat die straat tot de dag van vandaag nog steeds net zijn functie heeft. Want mocht je nou eens een keer de kans hebben, ga eens kijken, dan zul je merken het huis staan de bankjes. Nou, dan zal menigeen roepen, ja, is dat nou zo indrukwekkend? Nou ja, het vertelt iets over de kwaliteit van deze plek, is dat die een overgangsruimte is. Het is niet publiek en je kunt er niet onmiddellijk komen, maar het is ook niet helemaal alleen maar, zeg maar de gang bij het huis. Dus het is een beetje een twilight. Je moet het maar eens op het internet valt daar een heel plakboek open te slaan van allemaal dit soort foto's. Die vertellen over dat mensen dus hun bankje, hun stoel. Ja, eigenlijk dit dus begrepen, ook toen al, als een plek van ontmoeten. En het is niet alleen een plaats van ontmoeten. De breedte van deze binnenstraat werd bepaald door onder andere ook de handkar van de bakker. Die hier voorbij kwam. Hè. Dat was natuurlijk een gebruikelijkheid. Ik heb met mijn vrouw wel eens over de kolenboer en weet je nog de groenteman, hè? Dus niet de SRV-man, hè? Maar de groenteman nog met paard en wagen. Dat was een beeld ik moet het even illustreren, dat was de melkman, hè? Dat was een vanzelfsprekend. Alleen op verdieping wonen, ja, betekende wel dat de mensen die op niveau naar beneden zouden hebben moeten komen. Die kar die komt met een lift naar boven. Ook wel bijzonder. Hè? Dus het zijn allemaal kleine dingetjes. Verwarming, stromend water, noem maar op. Kleine dingetjes. Maar die zijn eigenlijk de kern van het project. Dus Brinkman is niet zo met. Hè, je kunt misschien zelfs roepen, het is best wel visueel aantrekken. Maar de kern van de zaak ligt eerder bij de functionaliteit. Kijk, opname van jaren geleden. Maar ik ben er op zich toch nog wel blij mee. Omdat je nog eens een keer dat heel mooi kunt zien. Dat hoe dus dat wordt gebruikt. Hè? Dat men. Ja, moet je wel zeggen, vanmorgen reed ik door een straat, een nieuwbouw.
Denk met zo'n, weet je wel, zo'n hekje wat niet een balkon wil zijn, maar toch, denk, als je dan denk, die woning hebt, denk, deuren heeft die naar binnen toe openstaan, heb je toch een beetje. En wat hing daar potverdorie aan? Daar hing een wasrekje, hing daar. Jee, zeg, al jaren niet meer gezien. En nu ineens een wasrekje. Nee, ik bedoel, denk, dat beeld denk, is intussen wel een beetje ja, verdwenen of... Nou, misschien uitdenken zeggen we uitdenken, nee, dat hoort tot een bepaalde uitdenken, net, hè, een bepaalde cultuur die uitdenken, wat makkelijker uitdenken aan de straat uitdenken, zich toe-eigent. Nou, hoe dan ook uitdenken, ik denk dat zeggend is dat dat hier denk, niet door één, maar door iedereen gebeurt. En dat daar beneden, dat is denk ik belangrijker nog, dat dat toe-eigenen van deze plek uitdenken, net, hè, succesvol zeg je dan, want er staan stoelen uitdenken, er wordt ook kinderen uitdenken rondgereden uitdenken. Net, ik moet eerlijkheid zelf zeggen, toen wij daar waren, jaren geleden, was de zon echt net brandend warm. Dus vandaar dat het even stil is, ik denk tegen nu over drie, maar ja, en dan even later kwam toch denk ik, de gemeenschap weer naar buiten. Maar dit is de huidige toestand. En dan zeg je, ach, ik denk dat het is misschien al wel opgeknapt. Maar dit daarentegen is nog steeds ik denk, een blijvende aantrekkelijkheid. Ja, dus ik denk, Brinkman ik denk, heeft heel veel ingezet op dat aspect. En dat is best wel bijzonder, want de architectuur kan natuurlijk naar twee kanten uit. Het kan altijd naar een esthetisch denk, accent krijgen. Of het kan, denk vooral, zich naar ontwikkelen in de richting van denk, de bruikbaarheid. Nou, dat moet je zeggen. Denk, ik wijs er maar even op. Dat blijkt tot de dag van vandaag en dat is een succes. Dus denk, dit wordt natuurlijk allicht wel eens genoemd. Het begin van de galerij. En als dat woord valt, dan denk, hebben heel veel mensen denk, het twijfel. Hè? Maar deze de heerlijke ruimhartigheid van zijn breedte, waardoor hij ook makkelijk, denk, ik had het er van de week over, hè? Dat als een galerij te smal is, dan heb je natuurlijk als er iemand aankomt, denk net zoiets, oh jee, hè, toch? En dan komt iemand aan, smalle galerij, denk net, hoe gaat dat zo meteen als je, denk net, hè? Maar als een brede galerij is, dan heb je die, denk net, zeg maar, dan is dat niet, denk de eerste gedachte. Denk, dan komt er iemand voorbij, die kun je makkelijk passeren, kun je makkelijk aan voorbij lopen. Dat geldt hier ook wel een beetje. Nou, goed, hoe dan ook. Het hele project in de tussentijd is dus uiteindelijk net gerenoveerd, uiteindelijk net een mooie illustratie van uiteindelijk net een andere opvatting dan uiteindelijk de Amsterdam School. Moet je wel oppassen, want nu zet ik die jongens uiteindelijk als Michel de Klerk en Kramer en hè, die hele club van de Amsterdam School een beetje weg als uiteindelijk alleen maar decorateurs, maar dat is natuurlijk een verkeerde gang van zaken. Zo mag het ook niet gesteld worden. Want ook bij hun denk, speelt wel degelijk denk, hè, binnenterrein, bijvoorbeeld bij hun projecten, denk, heeft een rol toebedeeld gekregen van ontmoeten. Nou, dat geldt hier ook, maar het is denk, een ander verhaal. Heb je het over Rotterdam, dan ontkom je niet aan J.J.P. Oud. J.J.P. Oud. Ja, die naam moet maar eens een keer denken, die valt heel vaak hè, in het verhaal van de sociale woningbouw. Wat een mooie hè, opname van J.J.P. Oud. Je kent hem waarschijnlijk net, hè? Toch, ik denk, een lid van de stijlbeweging. Ik denk net, ook wel, ik denk, de degens gekruist met, ik denk, Theo van Doesburg. En notabene in dat span, ik laat daar nu niks van zien, hè. Maar ik denk dat min of meer naast dat Justus van Effen-complex, waar ik het net over had, Brinkman, ik denk net, of sorry, ik denk, Brinkman heeft daar gebouwd, maar ook J.P. Oud heeft daar gebouwd. En ik denk, ter plekke heeft hij, ik denk, Oud heeft gemeend, dat het toch, ik denk, een goed ding zou zijn om een kunstenaar uit te nodigen, Theo van Doesburg. En ik denk dat hij uiteindelijk nog niet helemaal toen door had wie Theo van Doesburg uiteindelijk was. Maar dat leidde tot grote strijd. Uiteindelijk kunst uiteindelijk en architectuur. Dus uiteindelijk dat Oud heeft lange tijd naar gedroomd over de symbiose tussen die twee. Heeft lange tijd naar de illusie gehad dat de kunst uiteindelijk dat een belangrijke rol zou kunnen spelen uiteindelijk in de architectuur. Denk misschien ook wel het oude verhaal van lang geleden. Denk aan de gotiek, denk aan de kunstenaars die bijdroegen aan de kathedraal. Die gedachte komt nog voor een deel uit die wereld. Hè? Maar denk, gaande denk, de rit heeft Oud denk, op een gegeven moment toch denk, dat van Doesburg denk, dat, ja, nou, de vriendschap in ieder geval opgezegd vanwege die samenwerking. Die, denk, 1924, dan is dat verhaal al niet meer aan de hand. Ook hier geldt weer, mocht je uiteindelijk dat vanmiddag uiteindelijk spoorslags willen weten wie het en J.J.P. Oud is, dan staat er absoluut genoteerd uiteindelijk lid van de stijlbeweging. Nou ja, tot uiteindelijk zo 1924, want dan gaat uiteindelijk Oud een eigen weg. Dat doet hij in eerste instantie in Hoek van Holland, met weer uiteindelijk het sociale woningbouw. En dat doet hij indrukwekkend modern. Want als we uiteindelijk Hoek van Holland, die arbeiderswoning uiteindelijk, dat, ik zal het meteen laten zien, dan ziet dat er zo uit. En dat is A voor het uitdenken, jaartal ongelooflijk uitdenken, zeg maar vooruitstrevend. Want uitdenken, dit wat je hier ziet, uitdenken, kent gewoon zijn weerga niet.
Uitdenken, dit uitdenken. Ik bedoel, de rest van de architectuur is dan nog steeds uitdenken. Dat baksteenbouw, dat is hier ook uitdenken, wel een middel. Maar uitdenken, de suggesties daarentegen, uitdenken, moderniteit, uitdenken, in het niet tonen van uitdenken, de constructie. Niet in die zin. Uitdenken, we kijken wel naar uitdenken, meteen ook spektakel, uitdenken, in de hoek. Moet je je voorstellen, uitdenken, 24, zo'n gekromde uitdenken, dat zo'n gekromde uitdenken, dat gedaante, in glas nota bene. Je merkt ook meteen, of het is wel denk ik leesbaar, dat deze hoek uitdenken, het was gedacht als een winkel. Het complex is, uitdenken, symmetrisch, moet ik even laten zien. Complex is symmetrisch. En de hoek waar we ten net tegen, een beetje een raar woord om te gebruiken, maar de hoek waar we net tegen aankijken, dat is hier. Dus in Hoek van Holland, uiteindelijk een beetje onbekend, maar uiteindelijk eigenlijk in weerwil tot de wat kleinere gemeenschap die uiteindelijk Hoek van Holland is, een ongelooflijk bijna futuristisch complex. En dan denk ik met name ook door het feit dat je uiteindelijk net, het is eenheid. Het is uiteindelijk zeg maar één gebouw. Uiteindelijk, terwijl uiteindelijk de gebruikelijkheid. Aan de overkant staan allemaal losse uitdenken woningen. Uitdenken, en die zijn allemaal herkenbaar als uitdenken aparte woonhuizen. En wat doet uitdenken oud hier? Die schakelt dat aan elkaar. En die geeft het een ongelooflijke schwung uitdenken op de plek waar in het midden, want dat zie je ook wel, uitdenken de woningen uitdenken even uitdenken het wijken, om dan toegang te geven tot een doorgang. En dan notabene uitdenken boven die doorgang bevindt zich naar de bibliotheek. Een klein bibliotheekje. Dat is wel een mooie gedachte, hè? Denk ik begin jaren 20, dat men nog uitdenken met dit soort middelen uitdenken ook wel degelijk denk aan de verheffing van uitdenken de, ja, van de bewoners van uitdenken de buurt. Het zijn uitdenken duplexwoningen. Dus ook hier geldt weer uitdenken dat begaande grond en verdieping zijn allebei een woonhuis. Dat stelt dan misschien een beetje teleur, want dan ga je natuurlijk naar je afvragen hoe groot zijn die woningen dan. Nou, het zijn arbeiderswoningen. Het thema is uiteindelijk sowieso uiteindelijk de kleine woning. Hè, dat is een steeds weer terugkerend onderwerp, ook in het kader van uiteindelijk snel willen en moeten bouwen. Dan uiteindelijk beneden uiteindelijk net een driekamer en dan boven een beetje wisselend, uiteindelijk links of rechts. Ofwel uiteindelijk twee slaapkamers ofwel uiteindelijk een drie slaapkamers. Dus we kijken hier naar uiteindelijk in die zin. Een spectaculair complex uiteindelijk, voor het jaartal ook inderdaad indrukwekkend. Waarbij met name die uiteindelijk gebogenheid, en dat geldt uiteindelijk zowel voor de hoek als uiteindelijk voor die middenpartij, uiteindelijk ongelooflijk vooruitstrevend is. Ja, ik moet het maar, want als je het zo kijkt, denk ik, och, het ziet er spannend uit en het is uiteindelijk op zich uiteindelijk nog steeds wel spectaculair. Hè? Maar voor het jaar 24 daarentegen is dit ongekend. En waarom is dat ongekend? Omdat we zouden het denk ik, willen benoemen als, het denk ik, als stroomlijn. Het maakt de indruk uiteindelijk zeg maar, een beetje verwant te willen zijn met schepen. Nou, dat laat zich niet misplaatsen. Want, hè, de grote referentie voor de architectuur is wel uiteindelijk het verhaal van grote uiteindelijk oceaanstomers. Maar goed, uiteindelijk, en dan hier dat dunne betonschijfje, dat ongeveer uiteindelijk hier dat bochtje maakt, waardoor er eigenlijk een soort luifel voor de winkel ontstaat. Het zijn allemaal uiteindelijk maar stroomlijn. Dat moet je denk misschien nog even. Kun je nog herinneren de foto van uiteindelijk Weissenhoven? Weet je wel, uiteindelijk waar Le Corbusier goede sier maakte en ook inderdaad Michel van der Rohe zich van hetzelfde middel uiteindelijk bediende om daar die auto even voor te laten parkeren. Die auto die up-to-date. Dan bleek uiteindelijk dat de architectuur daarentegen nog veel meer up-to-date, nee, futuristisch was in het vergelijk met uiteindelijk die auto. Nou, heb ik hier geen foto van zo'n auto. Maar ik denk dat je het wel kunt voorstellen. Daar staat een theefortje, weet je wel, zo'n koekblik op wielen, staat hier voor de deur. En als dat dan de realiteit is, hè, denk ook in de vormgeving van denk datgene wat per definitie, ja, denk toch denk, een gedaante van snelheid zou moeten hebben, dan denk, besef je denk, dat de stroomlijn die we hier aanwijzen, hooglijk net nieuw is. Want die stroomlijn in de wereld van de automobiel, vliegtuigen die er overheen zouden vliegen, dat zijn er niet zo heel veel. Hè? Ik bedoel, bedenk ook dat. Hè? Maar die er overheen vliegen, dat zijn kisten. En dat woord is helemaal op zijn plek. Die zijn gewoon van hout en van linnen. Dus als dat door de lucht vliegt en zo'n theefortje voor de deur staat, en als dat dan zeg maar twee referenties zijn voor dit gebouw, ja, dan merk je hoe vooruitstrevend, hoe imponerend futuristisch dit. Groot is het niet, hè? Bedoel, want de eenheid zou ook een beetje ons in verwarring kunnen brengen. Hè? Dat je denkt, wauw, wat een mooi woongebouw. Maar als dan de conclusie moet worden getrokken dat net begaande grond en verdieping allebei een aparte woning zijn, zou je zeggen, aan die kant valt het misschien wat tegen. Omdat het gebaren ook zo, hè? Zo groot is, zo duidelijk op eenheid,
is de conclusie van Uitdenken twee aparte woningen ook inderdaad misschien wat Uitdenken teleurstellend. Maar goed, Uitdenken, het blijft Uitdenken voor dat moment 1924, hè? Dus Uitdenken Wijzenhof 27, dus dat duurt nog een tijdje. Uitdenken, in die zin, Uitdenken, is dit in Nederland Uitdenken misschien wel een van de eerste momenten dat het moderne zich zo Uitdenken presenteert? Want Uitdenken aan het moderne kleeft en dat zeg maar, je denkt iets bij modern, toch? En als je het in de architectuur denkt, hè, dan vermoed ik Uitdenken zie je wit voor je. Nou, daar voldoet het aan. Als je aan Uitdenken modern denkt, dan denk je Uitdenken aan plat dak. Dan Uitdenken voldoet het daaraan. Als je aan modern denkt, dan denk je Uitdenken aan veel glas. Nou, daar voldoet het Uitdenken aan. Dus we kijken naar Uitdenken een aantal criteria van het moderne, die zich hier Uitdenken. Kijk, dat project wat we net bekeken in Spangen is indrukwekkend. Maar dat zullen we niet meteen Uitdenken duiden als Uitdenken volledig modern. Hier wordt de moderniteit veel nadrukkelijker door die elementen. Kijk, dit is die bibliotheek. Dus daar kon je doorheen. Dat is de bibliotheek daar op de verdieping. Kijk, zo ziet het eruit. 1924. Ik zeg het nog maar een keer. Hè. Je merkt in de lessen Uitdenken dat steeds weer terugkeren Uitdenken fenomeen. Uitdenken is het jaartal ook van belang. Hè? Ik denk, sommige mensen hebben zoiets van, ja, die jaartal, dat kan me niks schelen. Ik wil gewoon net zien wat het is. Maar ik denk dat als je 24 meeneemt in denk het beoordelen van denk het, dit project, of denk het plaatsen van deze architectuur, dan krijgt het een dimensie meer. Dan krijgt het denk echt net een. Nou, dit is de achterzijde. Dat is ook niet onaardig. Hè? De voorzijde is gestroomlijnd. En denk het nogal denk het op eenheid uit. De achterkant daartegen is eigenlijk het omgekeerde. Die is juist net zeer expressief. Denk het nogal. Ik mocht onlangs, mocht ik net iemand lezen die zei, ja, dat is precies het Loos-effect. Het Loos-effect. En dan had hij het over in de tekst natuurlijk over Adolf Loos. En dan riep hij uitdenken, Adolf Loos doet dat ook. Die is ook bezig met een front, de façade van zijn gebouw, de kennismaking, symmetrisch. En dan denken Loos en dus schijnbaar ook uitdenken oud. Die maken de achterkant tot een nadrukkelijke uitdenken expressie, hè, verscheidenheid. Dat blijkt hier uitdenken in de baksteen, uitdenken versus het stuk. Maar dat blijkt ook wel uitdenken in het vooruit en achteruit uitdenken te springen. Dus dat maakt het uitdenken van een hele andere. Je zou, als je het zo ziet, denk ik niet denken of niet geloven dat het hetzelfde is als uitdenken de voorzijde. Dus daar zijn uitdenken tegenstelling, strategie. De tuinzijde vraagt misschien ook wat. Ik denk om wat informelere organisatie. De voorzijde daartegen is het middel om te presenteren. De achterzijde is om voor de bewoner zelf om er ook thuis te zijn. Dus dat is een strategie. Ik gooi hem er even tussendoor. Je wilt nu wel weten, de stijlbeweging is gevallen. Je weet natuurlijk bijna automatisch. Hoort dat naam van Mondriaan bij? Ik heb Van Doesburg al genoemd. Mondriaan hoort er ook bij. Je kunt nog een aantal andere leden van de stijlbeweging uitdenken aanwijzen. Het is overigens allemaal niet zo, want de beweging klinkt heel mooi. En ik denk dat de stijl als zodanig, die is wel vaststaand. Maar ik denk de leden van de beweging, die zijn nogal fluctuerend. Ik denk Van Doesburg is wel een beetje de zelfbenoemde leidsman. Hij heeft dat tijdschrift tenslotte opgericht in 1917. Hè, de tijdschrift De Stijl. Wat spreekt er overigens uit die titel? Wat spreekt daar uit? De stijl? Ongelooflijk zelfbewustzijn. Want ik denk, wat is het eigenlijk? Je weet niks, maar dat ene woordje de, dat is wel heel zeggend. Want het is niet een stijl of stijl, maar het is de stijl. Dus eigenlijk de waarheid in pacht hebben, tegen anderen roepen, hou er maar mee op, want wij hebben al de stijl. De stijl. Dus er is net een heel sterk zelfvertrouwen wat spreekt naar uit, hè, het kiezen van dat woord, de stijl. Het is aanmatigend om dat te gebruiken. Te zeggen van, de stijl. Dit is een absolute representant. We kijken hier overigens naar de herbouw van het Café de Unie. Daar hebben we de vorige keer ook wel een beetje ik heb er toch moeite mee, hè, als je dan Barcelona paviljoen streelt, hè. Dat je dan moet zeggen, ik streel niet het echte. Ik streel de namaak. Dat is gewoon, en ook hier, als je handen hier overheen laat gaan, weet dat je niet het echte streelt. Maar dat het een namaak is. Dat het een remake is van het oude gebouw. Dus men heeft Café de Unie weer herbouwd. Je begrijpt nu al onmiddellijk waarom dat gebeurd is. Ten eerste in Rotterdam eert men vooral ook de moderne architectuur. Dus mag deze icoon in die stad die het moderne zo omarmt niet ontbreken. Want daar begint voor een deel dat moderne misschien.
Ja, het denken, en nu wel heel breed gekeken, is het denken van belang, omdat daar de principes van de stijlbeweging net zich het denken, een beetje presenteren in het kader van de architectuur. Dus het denken, Oud heeft dit ontworpen. Het denken niet meer in samenspraak met het denken met Theo van Doesburg, dus net een zelfstandig ontwerp. Hè. En dat voldoet, dat merk je. Het denken horizontaal, verticaal, het denken, maar vooral het denken de kleuren, het primaire. Het denken, zeg maar, universele ook van het rood, het geel en het blauw. Het asymmetrische uitdenken, dat is ook inderdaad bepalend voor deze façade. Dus al met al, we zijn blij, denk ik, dat die nog steeds bestaat. Of opnieuw weer, lettertypen natuurlijk nou onderdeel van het geheel. Hè. De typografie is ook een wereld waar de stijlbeweging zich, denk ik, mee bezighoudt. Nou, dat is uitdenken, zeg maar. Maar dat is een uitstapje. We hadden het over, sociale woningbouw. En dat is eigenlijk het thema waar denk Oud denk met name in accelereert. En waar hij ook net zeker internationaal zijn naam en faam denk aan te danken heeft. En denk is het misschien nog niet met wat we net voorbij hebben zien komen in denk Hoek van Holland. Dan is het wel met denk dit wijkje denk net in Rotterdam. Denk Feyenoord, hè? Dan zit je denk zeg maar ja, Feyenoord dus denk aan de zuidzijde, hè? Ja, richting het stadion denk dat, ja, het is bijna denk mocht je het Ja, mocht je het denken zoeken, moet je oppassen. Want je rijdt er A makkelijk aan voorbij. En het ligt over lager. Dus ook dat maakt het dat het zich een beetje aan het zicht onttrekt. En het is zeg maar, op het oog ja, helemaal niet zo. Deze foto die, is nu bezig om dat een beetje eruit te lichten. Die laat wel zien dat nu dat het hier weer gaat over wit. En het gaat weer over het platte dak. Dat zijn allemaal terugkerende elementen. Het is strokenarchitectuur. Het zou dat heel makkelijk zijn. Om toch even te denken aan het Bauhaus, waar we bij hebben stilstaan. Weet je nog, dat we in Dessau, dat wijkje Torten zijn tegengekomen. Nou, dit is in een zekere zin daarmee gelijk, hè? Ook een project. We hebben hier te maken met heel veel woningen, 273 geloof ik, als ik het net goed uit mijn hoofd heb. Dus in die zin best wel een indrukwekkend groot project. Maar ook wel een die bestaat bij een ambitie die op dat moment nog niet kan worden waargemaakt. Laat je even zien, kijk. Je zou bijna roepen wat hij in Hoek van Holland deed, dat doet hij hier weer. Het is maar een jaartje later, maar hoe dan ook. De hoeken worden ja, gearticuleerd en worden verbijzonderd. Zijn natuurlijk ook weer in de Kiefhoek, zijn dus ook weer gedacht winkels. Dus op die plekken, ik laat nog even de luchtopname zien, een beetje waar ze zitten. Dat zijn deze twee. Dus denk niet dat dit plaatje, want het zinkt een beetje rond. Hè. Deze afbeelding, en dan zou je ter plekke op zoek gaan naar deze hele spectaculaire vormgeving, maar dat blijft beperkt tot eigenlijk als het ware de inkom. Want inkomen, binnenkomen in de wijk, een keer terug, hè? Dat doe je vanaf deze weg en dan loop je naar beneden, dan kom je eigenlijk dit als eerste tegen. Dus dit is eigenlijk de voordeur van de wijk, zo moet je het benoemen. Dat zit dus op die plek winkels. Hè? En naarmate je verder komt, dan ontbreekt dat spektakel, wordt het gewoon wel het verhaal van het onderbrengen van zoveel mogelijk mensen. Kijk, het thema is wel een beetje vergelijkbaar met onze tijd. Hè? Dat moeten bouwen van dit soort woningen. Hè? Het woningtekort op snelle wijze te ondervangen. En dat gebeurt hier met nog een beetje de droom in de richting van de techniek. Want als je het zo ziet, dan denk je, ach, dat is dat is betonbouw. En dat zou het ook kunnen zijn geweest als de gemeente Rotterdam niet zo zo angstig was geweest. Want die hadden natuurlijk kwam kwam Oud met het voorstel prefab. Hè? Dat hebben we gezien, werd in Dessau op dat moment door Gropius ook daadwerkelijk geprobeerd of gebruikt. En hier gold net als in Dessau ook wel een beetje het aantal woningen wat er in eerste instantie mee gemaakt moest worden, was eigenlijk veel te beperkt. In vergelijking met de investering die je moest doen, om prefab überhaupt zinvol te laten worden. Ja, moesten in veel grotere getallen worden gedacht. Veel meer woningen, om dat financieel haalbaar te maken. Dus dit wat je hier ziet, is gemetseld. En niet een betonbouw. Het enige wat hier aan beton aanwezig is, dat bevindt zich nou onder de woningen. En dan niet in de termen van geheid. Eigenlijk wordt wel gekscherend geschreven, hè, zou je willen zeggen, de Kiefhoek die drijft. Die drijft. Een beetje het idee van een caisson. Betonplaten, grote betonplaten, waarop deze woningen zijn gebouwd met name metselwerk. Het zijn dus eigenlijk een gemetselde woning, maar wel spectaculair op betonplaat. Nou, als je dat wijkje binnenloopt, in de toenmalige tijd, dan zag het er zo uit.
klein, klein voortuintje. Allemaal niet uitdenken. Je zou dus nu uitdenken die oud iets willen verwijten. Denk je, ja man, hoe heb je dat nou zo kunnen doen? Ik bedoel, zo A, uitdenken dat voor ons chockerend. Gelijk, alles hetzelfde. Uniformiteit. Terwijl op dit moment ook in de sociale woningbouw gezocht wordt naar mogelijkheden om juist een variatie en verscheidenheid te brengen. En daarnaast uitdenken dat dicht op elkaar. Maar nog belangrijker uitdenken dat heel erg klein. Want uitdenken dat de diepte mag er wel 7,5 meter zijn, maar de breedte was maar 3,55 meter. En dan uitdenken bedoeld, oppervlak dus, hè, voor een gezin. En dan bedoeld voor een gezin met 6 kinderen. Dus met z'n achten wonen, op zo'n formaat. Ja, ik zit ook even vooraan te kijken. Ik zou bijna de woning hieruit willen meten, maar ja, die 3,5 is al heel erg smal. Hè? En als je dan dat die 7 daar tegenover zet, dan wordt het wel wat lang, maar dan moet ook alles wel in gebeuren. Ik bedoel, nu tegenwoordig, hè, maken ze op ons een indruk. En we kijken met z'n allen naar de begaande grond, dan zien we die deuren. En dan denk je, ja, maar dat is niet helemaal waar. Maar dit zijn woningen die zijn aan elkaar gekoppeld. Dus, van twee woningen is er één gemaakt. Dus eigenlijk moet je hier een scheidslijn aanbrengen. Moet je roepen, dat is een woning geweest en hier zat daar ook een voordeur. Dus dan worden ze aanmerkelijk kleiner. Bijvoorbeeld wat ze niet had was, ze hadden geen badkamer. Ze hadden geen badkamer. En dat was de opmerking, zo werd er toch wat paternalistisch over ze gesproken. Ach, die mensen die hebben dat ook niet nodig, een badkamer. Die kunnen zich wel beneden in de keuken wassen. Dus er werd ook wel, hoe goed bedoeld en hoe bewogen ook misschien, die oud ook is. Er werd toch wel, wat stigmatiserend gedacht. Net in de richting van bepaalde klassen die bepaalde dingen toch niet nodig zouden hebben. Dus daar dit is de woning. We gaan de grond. Dus dan kom je dit is de inkom, hè? Klein, klein halletje. De woonkamer, keuken, dan nog een beetje weggemoffeld in dat trappenhuis. Kijk, nu ben ik met woordkeuze bezig die oud een beetje zou wegzetten. Als een zeer slechte architect die geen enkele goede bedoeling heeft, maar dat had hij wel. Dus als wij wat vreemd kijken naar zo'n plattegrond als deze. Kijk, dan moet je toch denken dat berging, slaapkamer, ja, het is. Nou goed, Weissenhof, daar hebben we het de vorige keer al over gehad. Dat is toch een beetje de norm voor de architectuur 1927. En oud heeft hij ook gebouwd. Dus heeft hij in Rotterdam op dat moment de Kiefhoek op stapel staan. Dan is hij ook uitgenodigd om hier deel te nemen. En je weet hoe dat zat. Daar kwam natuurlijk naar. Mies van der Rohe was daar de directeur van Werkbond. Een initiatief om mensen kennis te laten maken met wonen. En het modelwerkje werd daar gebouwd. Dit was de Mies van der Rohe. Daar in de verte Le Corbusier. Hè? Maar dit is het rijtje van J.P. Oud. Dus hij heeft een best wel aanzienlijke bijdrage geleverd aan dat verhaal van de nieuwe architectuur. Door hier misschien wat groter dan in Rotterdam ook weer te bouwen. Maar vooral die ene gedachte. Kijk, dat aanwezig zijn van dat glas. En dat het gebruik van deze staalprofielen als een kader. Dat is niet esthetisch, maar dat is vooral ook ingegeven door dat men het besef wel heeft. Dat licht, lucht en zon, het adagium van deze periode. Ja, dat het uiteindelijk echt bijdraagt. In letterlijke zin. Hè. We komen er vandaag niet aan toe. Maar op het moment dat het oud bouwt in Rotterdam, bouwt Duiker in de buurt van Hilsum dat beroemde sanatorium Zonnestraal. Dus de tuberculose, dat is echt wel, ik wil niet zeggen volksvijand nummer 1, hè, maar een ziekte die de architectuur in ieder geval begrijpt dat ze met middelen zoals dat glas en met al dat licht, al zal het niet meteen letterlijk bijdragen, maar toch wel kan bijdragen aan de gezondheid van de bewoners. Dus het uiterlijk van deze woningen, wel mooi. Ik weet niet of je. Kijk, het was hier in Stuttgart. Hè? Het betekent dat dus heel veel mensen gedurende een paar maanden naar Stuttgart komen om dit te kijken. Dus het heeft meteen een internationale impact. De naam Oud wordt bekend, hè? Doordat hij hier deelneemt. Maar het was zo makkelijk geweest om het terrein. Ik wijs er nu even op. Hè? In mijn ogen is dat ook een kwaliteit van Oud aan het illustreren. Dat hij heeft dat terrein niet geëgaliseerd. Ja, en als u roepen, hoezo niet? Ja, je merkt, de woning heb je toch allemaal een kleine apartheid. Want ze staan op een lichtelijk glooiend terrein.
Dat betekent dat we steeds het denken hier een knikje maken, zie je dat? En dat het knikje uit denken iets vertelt net over ook het onderscheid. Terwijl de woningen uit denken ook allemaal uit denken, zeg maar, uniform zijn. Dus uniformiteit is niet zo groot en niet zo indrukwekkend. Wat wel groot is uit denken die tuin, hè. Dit is de stand van zaken nu. En dan begrijp je dat nog steeds uit denken een aantrekkelijkheid kan zijn. En dat blijft wel uit denken volgens mij dit aankleven. Dat denk helemaal tijdloos, misschien niet, hè, want we begrijpen als het gebouwd zou worden. Dat de architect denk, refereert aan deze jaren 20, maar dan nog, denk, nou, als er wel denk, voor ons net een kader, hè, dan nog als het zo gebouwd wordt, nu op dit moment, dan zou de architect nog niet willen verwijten dat die denk, echt alleen maar ouderwets denk, bezig zou zijn. Hè. Dan heeft het nog steeds een, denk, zijn, ja, zijn aantrekkelijkheid. Dit is nog een keer dat zie je, dat verspringen denk, de plek. Nou, dus de tuin, de achterzijde, dat zijn woningen die denk, net, ja, ten eerste de tuin, hè, achterzijde, maar ook net voor. Kijk, bijvoorbeeld, er zijn natuurlijk nog geen, dat heb je net ook, het gaat vandaag eigenlijk bijna denk, over denk, wasdrogen. Er zijn nog geen drogers. Hè? En dan kan hier, denk, op deze plek, kan de was te drogen worden gehangen, denk, zeg maar, binnen het kader van het woonhuis. Dit zijn keukens hier. Boven, denk, nog een extra kamer. Ik zal het zo even aanwijzen. Dit is een beetje de organisatie. Dus dit is, denk, begaande grond. Hè? Dit is begaande grond. Kijk hier naar dat keukengedeelte. Dus hier kom je binnen, hè? Denk, op die plek. En wel spannend is dat er denk, een split-level-achtig denk, het verschil is. De woonkamer is dus denk, bij inkom ineens iets hoger. Maar denk, de slaapkamer daarboven, misschien past dat ook wel denk, bij een slaapkamer, denk, in zijn intimiteit, is het niet doordat het plafond denk, lager wordt, maar omdat de vloer wat hoger is gelegd, is iets lager. Dus er wordt denk, in die zin denk, ook horizontaal gedifferentieerd. Dat is uiteindelijk zeg maar de ervaring vandaag. Nou, dan lopen we even uit, denk ik, de inkom. Moet ik even goed aanwijzen hoe we. Kijk, links de begaande grond. Hè? Dit is uit, denk ik, dit is de keuken hier. Dan heb je hier die trappen die ik net aanwees. Dus de woonkamer. En dan ziet dat er, dan zag dat er op die Weissenhof-Ausstellung. Zag dat er zo uit. En dat is uiteindelijk nu helemaal bepaald door de gedachte van, denk ik, van lichtheid. Hè? En ik vind het nog steeds mooi, uiteindelijk, die buisstoelen die hier staan. Want dat is 1927, het begin van dat meubilair. En dan denk je, hé, zeg, hè, die buisstoel heeft nogal een ontwikkeling doorgemaakt, toch? Want Jan, ik vind het niet, ze zijn nogal meccano-achtige recht, laat ik het zo zeggen. Denk het, dat kan nog wel, denk, maar dat is op dat moment state of the art. Dus ontbreekt bijvoorbeeld, denk dat bij ons komt de gedachte boven, denk, goh, een rugleuning zou wel fijn zijn geweest. Denk, die ontbreekt, maar je merkt de kwaliteit van die stoel is ook vooral, denk, dat die geen ruimte inneemt. Denk, absoluut, denk, bestaat bij een aantal lijnen. En ja, daarmee denk een hele praktische woning. Maar natuurlijk, nou, dit is het interieur. Hè. Ik heb al eens foto's laten zien, denk, hè, bloemetjes behang, denk, net, dikke gordijnen, dikke tapijten. Denk, dat is de werkelijkheid. En de wooncultuur krijgt hier ineens net een indrukwekkende boost door denk, deze presentatie. Weissenhof heeft heel veel impact. Denk. Het is dus niet meer dat je denk, bij iemand denk, die je kent over de vloer komt. Maar dat is een tentoonstelling die echt 10.000 mensen naar Stuttgart heeft gebracht om dit te kijken. Dus vanaf daar denk ik, begint ook een beetje het avond te kijken. Dit is de keuken. Die keuken is absoluut een laboratorium. Als we dat woord, ja, Wilmer, jij lacht een beetje. Ja, ik ook. Ja, ik ga het even laten zien. Kijk maar. En toch, niet helemaal misplaatst, denk ik. Dat woord, denk laboratorium, kokenlaboratorium. Hè? Vanwege, denk vooral de gedachte van doelmatigheid, makkelijk schoonmaakbaar. En vooral ook ergonomisch, denk verantwoord. Dus alles, denk op de goede hoogte. Wat zeg je? Ja, dat is allemaal van die dingen. Hè? Dat hebben we toen ook in Frankfurt even voorbij zien komen. Ik weet niet of je nog kunnen hebben die Frankfurt-kuutje. Was ook wel, denk ik, zo'n hè, mogelijkheid om dat, denk ook het licht te verplaatsen. Hè? Maar goed, dat is, denk ik, dus denk het presenteren in Stuttgart. Dat betekent dat daarmee, denk oud, denk wel zijn naam vestigt. Nou, natuurlijk, het leuke van dit plaatje is nog eens een keer weer, denk dat in het weekend, hè, niet nu, hè, maar in het weekend is uit te zoeken wie is. Nou, zijn we al een beetje op weg. We hebben al wat mensen kunnen identificeren. Ik heb ze al een keer aangewezen, denk dat, hè. Denk Molly Weber bijvoorbeeld, nou, die zit hiervoor. Denk dat, dit is mevrouw Mandrot, hè. Wel mooi, denk dat. Ik moet altijd denken aan Margaret Thatcher, maar dat me even uitdenken terzijde. Zij is degene die uitnodigt. Dus ik denk dat kasteel La Sarraz in Zwitserland is van haar. En zij denk, ontvangt deze, ja, toch met name denk, het heren. Ja, ik denk dat, je hebt hem al gezien natuurlijk, dat dit is Le Corbusier daar. Die heb je al voor jezelf benoemd. Die staat natuurlijk nou ook in het midden.
Kluvikian, uitdenken, dat is een met name tuinontwerp. Maar dan komen we uitdenken meer naar... Dit was Mort Stam, hè? Kun je nog herinneren? De man van de baarstoel. Ook wel leuk. En het bijzondere aan deze foto is ook wel dat uitdenken dat, hè, dat congres werd een jaar na uitdenken Weissenhoofd werd dat georganiseerd. Dus 1928. En hè, we noemden net dat Mies van der Rohe is toch wel de hoofdpersoon uitdenken in Stuttgart. Maar hier niet. Dus we kijken naar uitdenken iemand die nou, zeg maar uitdenken ontbreekt. Nou, uitdenken dat, waar dient deze foto voor? Nou, om natuurlijk net ook nog eens een keer... Pierre Charot, kun je die nog herinneren? Dit is Pierre Charot hier. Dat was die man van, ik denk dat het huis met die glasstenen in Parijs. Weet je, dat Maison de Verre, ik denk dat was van hem. En toen hebben we volgens mij ook al even, ik denk, kennis gemaakt. En dat is nu, ik denk, de bedoeling. Hebben we ook al kennis gemaakt met hem. Dat is, ik denk, Gerrit Rietveld. Dat is Gerrit Rietveld. Ja, dat is wel leuk om even, want je ziet, ik denk, Rietveld in dat hele gezelschap is wel echt een jonge man. Hè? Dus ik denk, iemand die, ik denk, oh, ze hier wel thuis hoort. Want als Gerrit hier tussen al die anderen staat, ik denk een internationaal bekend gezelschap van ik denk naar de architecten, dan heeft hij zijn huis al gebouwd, hè, het Rietveldhuis. En daar gaan we natuurlijk toch even over, dat moet het ook inderdaad over hebben, over uitdenken hem en over zijn architectuur. Maar ik denk als hij hier in ik denk 28 ik denk er staat, dan kijken al mensen met een blik, ja, dat is de architect van dat huis. Nou, wij gaan denk even helemaal terug in de tijd, echt ik denk terug in de tijd. Ook wel mooi, hè? Tenminste, net, ik vind dat een net, hè? Leuk om zo te bladeren in het fotoboek van Welleer. Dat is volgens mij ook een van de kwaliteiten van het internet. Ik weet niet of jullie veel rondrennen op dat net. Hè? Maar je komt, denk dat, hè? Als je zoekt, dan vind je het als het ware. Dan moet je wel, denk, soms wat verder zoeken. Maar ik denk ook wat op de foto's. Denk, we moesten vroeger wat in het ongewisse blijven over het uiterlijk van Gerrit Rietveld. Hè? Kon je er ook wel een beetje over fantaseren hoe die man eruit zou hebben gezien. Ja, tegenwoordig is dat fotoboek inderdaad zeg maar zo denk, gevuld met allemaal afbeeldingen. Dat we hem bijna van, nou ja, niet van dag tot dag, maar van jaar tot jaar kunnen we Gerrit Rietveld wel een beetje, denk het, een beetje volgen. 1888 geboren. Er zijn nog heel veel mensen die hebben nog denk, zeg maar één been in de 19e eeuw staan. En dat andere been is intussen wel over denk, 1900 heen gestapt. Maar dat houdt wel in dat denk, veel van deze mensen, architecten, denk, dat iets hebben meegemaakt in hun métier. En dat betekent vooral uitdenken mechanisatie. En dat geldt ook voor Gerrit Rietveld. Dat hij uitdenken in zijn... Uitdenken, hij is, weet je ook waarschijnlijk wel... Uitdenken is in eerste instantie meubelmaker. Dat is uitdenken het verhaal van niet uitdenken dat Gerrit. Dat is het verhaal van zijn vader. Zijn vader was uitdenken dat, de fabrikant van meubels. Het woord fabrikant klinkt eigenlijk helemaal verkeerd. Want dan zou je daarbij onmiddellijk een machine denken. Ja, en bij Rietveld uitdenken, bij vader Rietveld... is alles nog handmade... Handmade. En de eerste dingen die denk Rietveld ontwerpt, die zijn ook absoluut nog een illustratie van dat geloof in het handgemaakte. En we weten hoe denk, de arts and crafts beweging in Engeland denk, daar echt een belangrijk punt van maakt. Hè? Die in weerwil tot de mechanische denk, reproductiemogelijkheden, denk, hielden die denk, met reden denk, het vast aan, denk, aan het ambachtelijke. En zo kun je denk, de carrière van Rietveld... ook wel een beetje begrijpen als een die start vanuit denken dat beseft. Dat handmade, denk in eerste instantie niet inferieur tegenoverstel, een rijkdom brengt. Nou, ik zal je even uitdenken dat deze winkel bestaat nog steeds, de meubelbakerij. En het leuke van die plekken in Utrecht is dat als je er langs rijdt, deze foto, dan denk ik dat de etalage is van die winkel. Dus dat is toch een soort eerbetoon aan de voormalige gebruiker van deze plek. En dat is dat de meubelmakerij. Ook mooi, denk ik, is dat we deze foto in ieder geval denk, kunnen duiden als na 1917. Want dan denk ik, wordt die stoel, wordt, denk ik, al, die is dan al gerealiseerd. Dus die stoel is eigenlijk heel erg oud. En die stoel is denk ik, daarom denk ik, ook bijzonder. Omdat wij hem, haar, ik weet niet hem, haar, denk ik, haar begrijpen. Als het toonbeeld van denk ik, het nieuwe idee in meubel, hè, in meubelkunst. En dan ontstaat die stoel midden in de Eerste Wereldoorlog. Dus in een tijd dat je denkt, is het hoofd misschien niet helemaal op het nieuwe gericht. Hè? In een tijd dat misschien, wij toch ons terugtransporterend, vooral die oorlog in ons hoofd hebben. Ja, is bij Gerrit Rietveld daarentegen schijnbaar toch het idee gekomen voor het maken van deze stoel. Hij is nog niet helemaal zoals hij moet zijn, dat zie je misschien ook wel. Dat is ook wel leuk om even op te kunnen wijzen, want hij heeft nog, zeg maar... Hij heeft nog twee wangen eigenlijk. Dat gaat nu dat gaat verdwijnen. Dat zal niet het werk van Gerrit alleen zijn, maar hij is terechtgekomen in de kring van de stijlbeweging. Ja, en dan komt hij toch weer voorbij, namelijk Theo van Doesburg.
die uit Engeland schijnbaar ook wel een rol heeft gespeeld. In het tenslotte tot stand komen van de stoel zoals hij er nu uitziet. Maar eerst even uit Engeland, het oudere werk van Gerrit Rietveld. Dus mocht je nog eens uitdenken binnenkort in Tongeren tegen deze kast aanlopen. Dan uitdenken dat stil zijn, niks zeggen. Uitdenken dat, en vooral onderbieden. Uitdenken zeggen, nou ja. Nee, het is echt een Gerrit Rietveld. Dit is echt een Gerrit Rietveld. Dus vertelt iets over waar die vandaan komt. Hè? Dat uitdenken, als dit een begin is. Dan eigenlijk dat dus door de traditie. Heel concreet zijn vaders werkplaats, dat is de plek. En dan uitdenken in dat kader ontwerpt hij niet alleen deze kast. Maar bijvoorbeeld, dit is ook een echte Rietveld. Echte Rietveld. En het leuke denk ik net van deze plaatjes, en zeker van dit, is dat we nu wel Rietveld kennen als een representant van denk ik, een schoonheid die bestaat bij denk ik, het mindere. En ja, dit is nu het absoluut omgekeerde. Een schoonheid denk ik, door denk ik, een ingewikkeldheid. Hè? Want het is echt zo'n tafel, daar heb je wel zo'n tafels. Hè? Dan kijk je naar de tafel, dan wil ik toch eens even kijken hoe die in elkaar zit. Hè? Want dan moet je denk ik, eronder kijken. En dan nog wordt het wel een beetje de vraag, denk, hoe heeft die Timmerman dat zo denk, kunnen maken? En dat is een deel van de bewondering ook, dat we denk, kijken naar dat ding en denken, wauw, dat is toch wel goed gemaakt ook. Hè? Misschien dat je je hand zelfs uitstrekt om even op dat hout te kloppen en dan mag je denk, dat het weerwoord van de tafel is degelijkheid. Het is wel denk, zo'n tafel die generaties meegaat. Dat, is ook, hè? Dat kleeft ook een beetje aan deze. Ik weet niet of jullie denk, voorbeelden in huis hebben. Van dingen waarvan je dacht van ja, nou goed vooruit. Ik heb het gekregen uit die erfenis. En misschien is diegene die hem toen gekregen had ook al denk, een deel van een erfenis. Maar die wordt dan meegezeuld als het ware. Die komt denk, steeds in, ah, niet zo mooi, maar ja, het is van mijn tante. Dus ja, denk zoiets. Hè. Dus ik wilde eigenlijk iets mee zeggen over denk, zeg maar, de tijdsresistentie van dit soort meubilair. En waarom zoveel accent? Omdat denk, Rietveld daarentegen ontwerpen maakt die niet erop uit zijn om tot alle eeuwigheid denk, hun geldigheid te hebben. Dat maakt Rietveld bijzonder als een ontwerper, dat hij dingen maakt die hij beseft dat de tijd verandert. Hij beseft dat de tijd verandert. We zitten midden in het meubilair van Gerrit Rietveld. Dus dan weet je een beetje waar we ongeveer hangen. En dat kun je wel zeggen. Deze doet zeg maar, tijdloos niet. Maar alleen als een materialiteit die suggereert dat hij de wil heeft om te blijven. Terwijl het merendeel van het ontwerp van Rietveld, als het een beetje mee zit, als je een goede moker hebt, dan met één klap kun je het echt laten verdwijnen. Je kan het zo weer zeg maar, plaatsmaken voor iets anders. Hij had ook de pest in het prolongeren van zaken die niet meer van belang. Dat geldt nu met name wat betreft zijn eigen woonhuis. In Utrecht, het Rietveldhuis, heeft hij toch een paar keer van geroepen, weg ermee. Het heeft zijn tijd wel gehad, het is passé, voorbij, whatever. Hè. Dus hij was er vrij ruimhartig in het denken over zijn ontwerpen. Maar goed, hij wordt nu een lid van de stijlbeweging. Hè. Al is dat ook maar weer een blauwe maandag. Hè. Want je krijgt al snel dat er bij ons een idee ontstaat van een... Hè, ik weet niet of je ze ziet zitten. Weet je wel, aan de keukentafel en dan bij elkaar komen, één keer per maand. En dan tijdschriften, redactie, artikelen, wie gaat er weer nu inschrijven. Van Doesburg, dan de hoofdredacteur, die nodigt dan mensen uit die dan wat schrijven en die dan deelnemen. Maar een echte groep is het eigenlijk nooit geweest. Als je het al over daarover wilt hebben. Veel communicatie vond niet plaats aan de keukentafel, maar veel vond gewoon plaats door middel van brieven. Dus men schreef elkaar. Heel veel wel, maar goed, hoe dan ook. Het verband was dus veel losser en veel minder dat wat we bij een groep ons voorstellen, dan zeg maar, in de tussentijd zo langzaam net is ontstaan. Nou, de stijlbeweging. En dan krijgt dus Rietveld zeg maar, in die zin een klein platform, doordat hij zijn stoel mag publiceren. Dus de publicatie 1918, dat de stoel wordt gepubliceerd. Dus verschijnt een fotootje en een klein tekstje in dat tijdschrift De Stijl. En in een zekere zin had Van Doesburg toch wel hij had een idee, net iets voor ogen gesteld. Ja, en dan voldoet, maar je ziet ook wat ik al net noemde, het kan nog minder. Dat is zeg maar de eerste stap. En dan, nou, je hebt het al beschreven, daar zitten die twee wangen zitten er nog aan. Dat maakt dus eigenlijk dat de stoel nog een soort kuipje wordt. Komt meteen ook net iets wat ik moet opruimen. Dat is het vooroordeel tegen deze stoel. Dus ik ga hem echt een beetje in bescherming nemen. Ik sta er nu ook echt voor. Hè? Dat kom niet aan de stoel van Gert. Waar willen jullie nou op uit? Ik weet al welke kant het uitgaat. Dan gaat namelijk over de vraag, zit die wel?
Ja, nee, ik voel het wel. Ik weet hoe dat gaat. De jaren heen ben ik ervaringsgewijd. Dacht, nou, dan ga ik meteen voorstaan. Ik neem hem in bescherming. Nou, dat hoeft helemaal niet, want het zit prima. Alleen het punt is dat we bij zitten altijd wel een omschreven idee hebben. In ieder geval bij een stoel die suggereert dat hij lui wil zijn. En waarom suggereert hij dat? Omdat we diep zitten. En dat we achteruit kunnen leunen. Hè? Dat zijn, maar dan nog. Dat wil dan niet zeggen dat we in slaap moeten sukkelen. Want daar wil deze stoel nou juist uitdenken. Dat wil die voorkomen. Gerrit, er wordt wel eens een beetje besmuikt gelachen. Als dat begrip dan boven komt. Hij heeft het over actief zitten. Actief zitten. Dan kunnen wij natuurlijk naar denken, Gerrit, je kunt me wat. Hoezo actief zitten? Nou, laat ik het zo stellen. Mocht je nu toch nog dat wat volhoudend zijn in je vooroordeel, dan denk ik dat een beetje strafwerk haast. Moet je naar het gemeentemuseum in Utrecht reizen, hebben ze een aantal van die stoelen staan, die bedoeld zijn om even te gaan zitten. Dus als je nou bij jezelf echt nog vooroordelen voelt, hè, dat je, ik weet niet hoe het nu bij jullie zit, hè, zo in de buik, zo van even controleren. Als je nog steeds zegt van ja, hij zit niet, dan naar Utrecht. Dan naar Utrecht. Het is dus niet een beeldend manifest. Want Rietveld heeft moeite gehad met het idee van kunst. Hij zei, als het kunst wordt, dan is het slecht. Dus als het te mooi wordt, hè, als te veel toch duidelijk wordt dat het ging om het esthetische. Nou gaat het deze stoel natuurlijk om het esthetische, absoluut. Hoeven we verder niet ontkennend in te zijn. Het is ook gedacht uit hoofden van... Ja, ook weer uit hoofden van een zekere volledigheid. Dat spreekt wel uit de kleurkeuze. Want hij heeft natuurlijk naar alle drie de primaire kleuren gebruikt. Hè. Dat spreekt iets van het universele uit. Hè. Dat je niet denkt zoals Le Corbusier een beetje pasteltinten. Hè. Maar Rietveld is in die zin best wel dogmatisch bezig om het primaire, het elementaire spreekt niet alleen uit de kleuren. Maar dat spreekt nu ook uit de organisatie van deze uitdenking. Je zou kunnen denken, met minder kan het eigenlijk niet. Kan je zo meneer Oost wel laten zien dat het wel degelijk met minder kan. Dat vond hij uiteindelijk zelf ook. Dus hij vond het op zich geen slecht ontwerp. Maar hij vond het ook wel een beetje bourgeois. Een beetje nog te veel hangend in het oude type. Dus typologisch, en een stoel hebben we natuurlijk ook allemaal net als gebouwen, vond hij nog wel een beetje een bekend ding. Dat komt wel bij ons ook binnen, omdat het een beetje een luie stoel, zeggen we dan. Dus kan er wel minder stoel zijn dan meer ruimte bieden. Maar goed, hebben we het ook al eerder over gehad, misschien hoeven we dat niet te doen, maar je weet dat die zitting en die rugleuning, dat kan misschien het makkelijkste worden aangewezen, die raken elkaar niet. Waarom niet? Waarom raken die elkaar niet? Waarom zit hier tussen die rugleuning en de zitting zit er ruimte? Waarom loopt, dus ook in de eigen wezen, dezelfde vraag, heeft een betrekking op een ander deel, waarom lopen de dingen door? Omwille van hun onafhankelijkheid. Omwille van hun onafhankelijkheid. Dus die rode leuning, zou die eindigen waar de zitting zou beginnen, dan zou er al een verband ontstaan en zou die blauwe zitting tegen die rode leuning aanzitten, dan zou er een eenheid ontstaan. Vandaar ook nadat die wangen heeft weggenomen, dat het schiep eigenlijk veel te veel eenheid. Hè, met de onafhankelijkheid nog niet zo. Dat is een thema, niet een thema, hoe zeg je dat nou? Ja, toch weer dat woord, is een soort een adagium, een leidmotief in het ontwerpen onafhankelijkheid der delen. Dat is esthetisch, is dat... Kijk, dit vertelt niks over de constructie. Dat wordt dan geroepen. Ah, je kunt precies zien hoe die in elkaar... Nee, dat is onzin. Kun je helemaal niet zien. Want het is een pen- en gatverbinding. En die onttrekt zich aan het zicht. Dus je kunt niet zien hoe die in elkaar zit. En toch roept dat beeld hier iets daarvan op. Namelijk dat je de indruk hebt. En dan, ach ja. Nee, wat je ziet is waar de stoel uit bestaat. Het aantal delen waar die uit bestaat. Dat kun je wel zien. En dat wordt nu sterk gemaakt of benadrukt door het doorlopen en natuurlijk ook door de kleurkeuze. Waardoor die onafhankelijkheid, er is iemand die riep, het is een beetje poëtisch. Het is een ontmoeting van lijnen in de ruimte. Maar goed, daarmee wel het woord ruimte gevallen. En je zag net bij J.P. Oud zijn woning in Weishoofd, dat is ook ruimte. Het ging ook over ruimtelijkheid. In een tijd dat alles nog...
zwaar uiteindelijk en dik moet zijn uiteindelijk, om uiteindelijk je welvaart te tonen, is dit eigenlijk een opmerkelijke omkering van dat principe. Nou, even uiteindelijk naar de volgende. Dat is dus nummer twee. Dat is een absolute mislukking, uiteindelijk voor Gerrit. Uiteindelijk absolute mislukking. Dat zal Jo eigenlijk ook wel geweten hebben. Die heeft dat ding, of die had uiteindelijk dat ding. Zijn kopieën ook van, hè. Maar die had deze. Heeft deze. En dit is een mislukking. Maar ja, absoluut een mislukking. Wat is het? Een kastje. Ja, dat is, nou ja, goed, laten we daar als mee beginnen. Wat is het, hè? Ja. Dat is al niet zo'n goed teken, dat je moet gaan roepen, wat is het? Dus in die zin onttrekt zich dit een beetje aan de definiëring wat het is. Het is een soort dressoir, hè. Denk, je kunt er ook iets bovenop zetten. Denk, is ook een bedoeling, er zit nog een plankje bovenop. Waarom is het een mislukking? Het is te barok. Het is too much. En het is ook niet zo gek als je dat principe kijkt. Ze zitten echt, denk ik, chronologisch. Er zit niks tussen. Dus ik denk, dit is opeenvolgend. Dit is de eerste, dit is de tweede. En dan kun je je voorstellen dat, denk ik, dat principe wat je net, denk ik, hebt gebruikt, waar je van onder de indruk kunt zijn, ja, dat dat principe ook wel een beetje, denk ik, een manierisme kan worden. Dat je, ja, ik ga het nog een keer doen. En je weet hoe dat zit bij, denk ik, tenminste, hè, als je het nog een keer doet, hè. En, of je nou denkt dat, zeg maar, dat is bij alles. Hè? Als je nog een keer doet wat voor je tijd zo succesvol was. Als je nog een keer denkt, nou, daarom ben ik ook zo. Maar dat, van de week net echt een tik op mijn neus gekregen. Want ik liet in de les weer denken, dat weer de naam van. Dan zul je misschien mij ook af willen tikken. Maar ik liet weer de naam van Femke Bol uiteindelijk horen. Liet ik weer horen. Deed ik weer, kon ik niet laten. En waarom uiteindelijk dat is het vergelijk dan? Zij doet elke keer weer uiteindelijk datgene waarvan je denkt, ja, maar door uiteindelijk wat je al gedaan hebt, kan het niet zo zijn dat je het nog een keer kunt doen, omdat je uiteindelijk door angst kunt worden overvallen. Dat je denkt, het gaat me niet meer lukken. Het gaat me nooit meer, uiteindelijk gaat het nooit meer lukken. En deze, uiteindelijk, is een. Maar hij komt terug, hè, Herr Rietveld, hij komt terug. Met deze. Met deze. Dat is nummer drie. Dat is nummer drie. En die is, uiteindelijk, vele malen beter dan, uiteindelijk, het kastje, absoluut. En in een zekere zin ongeveer beter dan, uiteindelijk, zeg maar, de rood-blauw-gele stoel, als je hem zo moet noemen. Waarom is hij beter? Omdat hij met minder middelen. Maar belangrijker nog, uiteindelijk, de middelen waarmee hij uiteindelijk werkt, zijn uiteindelijk bepaald door verscheidenheid. Terwijl uiteindelijk het kastje en de stoel zijn allebei nog uiteindelijk bepaald door overeenkomstigheid. Die zijn symmetrisch. Deze daartegen is asymmetrisch. Dat geeft hem uiteindelijk een bijzonder. Geen deel is hier hetzelfde. Terwijl uiteindelijk bij de stoelen die we net en bij het kastje, zijn een heleboel delen zijn hetzelfde. Hetzelfde maat, uiteindelijk hetzelfde dikte. Uiteindelijk. Hier zijn ze allemaal anders. Alles is anders. Uiteindelijk. En natuurlijk nou, wordt hun anders zijn nog eens een keer geaccentueerd, doordat ze allemaal een andere tint hebben, maar niet een andere kleur. Dus het blijft binnen het perk van, van zwart en wit en wat daar allemaal tussenin zit. Maar het blijft wel binnen die perken. Dus ook daar zit er eigenlijk datzelfde fenomeen in, wat de stoel sowieso is, eenheid in verscheidenheid. Dat geldt ook voor de keuze van, ja, van de kleur, als je dat al kleur mag noemen. Het is een stoel waarvan je nog meer uitdenkt, en daarom hebben ze dat in het gemeentemuseum dus gedaan. Hè. Ze hebben al die stoelen, hebben ze voor het publiek nog eens een keer weer in elkaar getimmerd. Dat het publiek kan gaan zitten en kan ervaren dat het een prima stoel is. Maar ik denk op het oog daarentegen, zeg je, zo'n rechte plank, daar krijg ik alleen maar rugpijn van. Ja. Hoe moet je hierin zitten? Want ons lichaam is tenslotte symmetrisch. Dus ik denk, de stoel daarentegen asymmetrisch. We hebben twee armen, die willen we neerleggen. Nou, hier daarentegen, dat is er maar één plek waar je dat kunt doen. Maar hier ga je ook niet recht in zitten. Ik heb ooit, heel lang geleden, heb ik er een middag in een boek gelezen. Heerlijk. Ik heb geen moment uiteindelijk gedacht, oh, ik zit in zo'n rechte plank. Of tegen zo'n. Een kopje koffie? Ja, precies. Het was een kopje thee. Maar dat was het. Ja, dat was het. Nee, en dan begrijp je ook dat hoekje, dat is het hoekje waar je als het ware een beetje inkruipt. Of dat je opkrult of whatever. Nou, ik ben natuurlijk naar bezig en denk, ik bedoel, gaat Rietveld wel degelijk om progressie? En soms is progressie misschien ook wel zeg maar over die jaartje van dat. Maar het is qua hoogte, hij zou in ieder geval, heeft het ook geroepen. Als het kunst zou worden en niet zou functioneren, dan weg ermee. Dat kan gewoon niet. Ik moet gewoon iets maken wat dus geen. Ik ben geen kunstenaar, ik ben ontwerper, architect. En daarom wringt het misschien ook met de stijlbeweging, die ik uiteindelijk vooral het kunstzinnige aspect denk. Je ziet ook weer, ook mooi, hè? Zo'n plek als deze, ja, waar je ook kijkt, de delen lopen nooit zo door dat ze met elkaar verbonden raken. Kijk, dit eindigt op deze plaats. Zouden jullie hier doorlopen,
dan zouden uitdenken, zeg maar, de staander uitdenken en uitdenken de leuning zou de eenheid worden. En dat geldt op alle plekken. Kijk maar, ik denk dat steeds weer een klein stukje, ik denk dat net genoeg, niet te veel, maar ik denk alles loopt, ik denk dat ja, loopt door. Hè? Ik denk zodat de onafhankelijkheid van al die delen. Wat oogt dit dan? Ik denk het ja, alsof het in een bouwpakket zou kunnen worden aangeleverd. En dat is het ook. Hè? Het is een voorloop van een hele andere meubel, ik denk ik, cultuur. Waarbij het denk ik niet meer gaat om de ambachtelijkheid. Het is een beetje makkelijker en een beetje korter de bocht, dat weet ik ook wel. Maar IKEA is hier al manifest, is hier al zich aan het presenteren. Dus ik denk hè, dat de ambachtelijkheid is niet meer het criterium. Want als je het hebt over het letterlijk louter maken, dan denk ik, gaan heel veel mensen roepen, ja, maar dat kan ik ook. En daarom zitten nog heel veel mensen, ik denk, in dat tuinhuisje, te zwoegen, ik denk, op dit soort ontwerpen. En die concluderen dan ter plekke in het tuinhuisje van, nou ja, zo makkelijk was het niet. Want ze zijn al jaren bezig om die stoel van Gerrit uitdenken te maken. En dan kijk je naar uitdenken net een schuldige in persona die uitdenken ooit ook net zich dacht, oh, dat ga ik wel even doen, hè. Ik had het tafeltje van Gerrit, had ik het net voor, vind ik zo mooi, hè. Toen ging ik ermee bezig en ik dacht, ja, waar ben ik in godsnaam aan begonnen, hè. Dus vergis je er niet in, hè. Laat je niet uitdenken leiden door het gemak. Wilma, dus mocht je nog uitdenken dat in je tuinhuisje een lekker winterse activiteit hebben. Nou, de zomer is nu aangebroken, het zal wel even duren, hè? Maar vergis je er niet in. Alles is op de markt ook. Hè? Alle tekeningen van Gerrit Rietveld zijn op de markt. Dus je kunt in één boekje, Jan, heb je ze allemaal bij elkaar. Dus dat is jaren knutselplezier, zou je roepen. Maar pas op, hè. Pas op. Het is echt nog geen sinecure om uitdenken te maken wat hij... Het is wel degelijk dus een vakman, hè. Ik bedoel, meer iemand die... opgeleid als timmerman, heel goed weet wat je uiteindelijk kunt en wat je niet kunt. Maar dit is een oude foto van dezelfde stoel. Maar goed, dan komen we uiteindelijk bij dit illustere echtpaar. Ja, dat ligt nu wel voor de hand, hè. Dat was al een beetje aankomen. Oh ja, uiteindelijk, ja. Wat voor een verhaal moet verteld worden? Ja, ze zien hier wel leuk uit, die twee. Maar ik denk dat thuis, dat gaat echt niet goed, hè. Dat gaat niet goed tussen die twee. Ze hebben 3 kinderen met z'n tweeën. Dus het echtpaar Schreuder, hè. Ik denk, ze hebben 3 kinderen met ze. Ik denk, weet je wat nou ironisch is? Dat is wel, echt wel leuk om ik denk, nu even naar te kunnen vertellen. En dat heb ik nog niet gedaan. Maar Gerrit was ik denk, in het begin werkzaam bij zijn vader. Dan loopt hij in Utrecht langs ik denk, de juwelier ik denk, Begeer. Een prachtig etalage. Met Rietveld was onder de indruk van het maken van al die juwelen. Wordt hij uiteindelijk toch ook medewerker van Begeer. Dat was hij wordt eigenlijk dus inderdaad een juwelenmaker. Met ik denk, de heerlijk accent op het fijne. En terwijl hij juwelen heeft gemaakt, en dat heeft hij dan een ring gemaakt. Ik vind dat toch te mooi om niet te mogen vertellen. Heeft hij een ring gemaakt en die viel bij dit echtpaar in de smaak. Dus uiteindelijk kwamen bij de juwelier Begeer. En die denk dat, ja, die wilde die ring. En die hebben ze nu ook gekocht. En hij heeft die ring ook aan haar vingers geschoven. Maar hij heeft eigenlijk nooit geweten, want hij is inderdaad vrij vroeg overleden, dat ik denk dat de volgende keer dat er allemaal een ring aan haar vinger werd geschoven, het Gerrit Rietveld was die denk die ring aan haar vinger schoof. Wel mooi, hè, dat je toch dat je een ring maakt voor je toekomstige vrouw. Alleen, ik denk dat is dan nog niet je toekomstige vrouw. Moet nog even naar het een en ander voorbij komen om het zover te laten komen. Maar goed, ik denk hoe dan ook. Even maar, ik denk het een klein verhaaltje tussendoor. Dat mag wel, hè, bedoel. Dit is gezinsgeurde, ik denk wat ik al zei. Ik denk, soms zijn foto's ook wel boekdelen sprekend over ik denk, geluk en ongeluk. Ik denk net veel ruzies. Ik denk vooral over de kinderen. Ik denk, maakt dan dat ik denk, dat meneer Schreuder op een gegeven moment ik denk, dat ja, toch ik denk, haar tegemoet wil komen. In een verlangen van naar een eigen plekje. Dus ik denk, ze wonen aan de, ik meen de Utrechtse straat. En daar, ik denk, dat, daar wordt dit het plekje. Nee, dit is al het plekje. Dit is het al. Het is nu al kant en klaar. En dit is uiteindelijk dat, door Gerrit Rietveld ontworpen. En dan hebben we nog niet, dat kastje is eigenlijk een beetje een misplaatstheid. Want de rest daarentegen vertelt, de nieuwe geest is eenvoud. En de vrijheid van Truus zit in dit. En dat heeft toen heel veel opzien gebaard, dat begrijp je wel. Ik stel me ze altijd voor, op het moment dat klaar, Gerrit zal een keer geroepen hebben, het is klaar, hè? Hij zal een keer hun uitgenodigd hebben om mee naar boven te komen. Wie als eerst ging, geen idee. Of het nou dat hij was, zij, of hij, hè? Dat kan ook. En dan ja, moet je toch voorstellen dat hij dus in 1923 hebben we het over, hier de deur open gaat, wat betreft dit ontwerp. Ten eerste, mooi, er zijn hele hoge ramen geweest. En Rietveld heeft een best wel aanzienlijk deel, dit deel,
heeft hij Erdenk geblindeerd. Zo in weerwil tot Erdenk die gedachte van heel veel... Maar het zorgt ervoor dat de ruimte lager wordt. Ja, niet echt letterlijk lager. Maar door die ramen niet helemaal Erdenk... Nou, dit is zo'n ruimte, Erdenk zoals het was. En dat heeft hij ermee gedaan. Dus alle Erdenk lambrie, alles geëlimineerd wat decoratief was. Hij realiseert deze cozy corner. En ik weet niet of je Erdenk dat... Daar hangt natuurlijk verlichting. Maar dan zie je meer dan een peertje met een glasplaat. Dus een glasplaat erboven, peertje, Erdenk ingeschroefd, dat is het. Ik zal het nog maar even laten kijken. Beneden ziet het er zo uit. Ja, om het toch nog maar even Erdenk, niet helemaal zeker, dit is niet beneden, niet echt. Maar dit is een interieur zoals Erdenk heel breed in de jaren 20 gewoon Erdenk, dat gebruikelijk is. Zeker voor een advocaat, want hij is advocaat, is Erdenk zo'n plek Erdenk een plaats van representatie. En dan ben ik heel benieuwd of hij überhaupt wel Erdenk van beneden als gast heeft meegenomen naar deze ruimte. Want dit is eigenlijk het begin van het einde van het huwelijk. En dat begrijp je ook. Dat is dit de expressies van wat Erdenk triest voor ogen staat. Dat is eigenlijk een soort bevestiging van Erdenk, van de tegenstelling tussen die twee. Die nu letterlijk wordt. Kijk, dat plankje daar. We hebben het al een keer over gehad. Ik doe het toch nog een keer. Dat hebben we Erdenk in het Bauhaus. Of beter bij Erdenk Gropius thuis gezien. Maar Rietveld doet dat wel even wat eerder. Ik bedoel, Erdenk Gropius mag er nog goede sier mee maken. Erdenk in Dessau, in zijn woning, 26. Maar notabene 3 jaar eerder, Erdenk presenteert dit, Erdenk, Rietveld aan zijn opdrachtgever. Ik weet niet, Erdenk, ik weet niet hoe de reactie van Schöder was. Dan wil maar, misschien heeft hij toch even de rekening tevoorschijn gehaald. En gedacht, Erdenk, heb ik dit allemaal, Erdenk, is dit het? Is dit het? Ja, is dit het? Ja. Nee, wat ik Erdenk probeer te benoemen is Erdenk de bijzonderheid. Van niet alleen het interieur, maar het interieur is gewoon een expressie van bevrijding. Erdenk Truus Schreuder, Erdenk is hier bezig net om zeg maar, zich los te maken uit dat milieu, uit Erdenk wat moet, wat hoort. Erdenk eigenlijk zit te bevrijden van Erdenk, zeg maar ook Erdenk die, ja, die echtgenoot. Die een bepaalde idee heeft over hoe dat zou moeten. We kennen het idee natuurlijk wel, hè. Ik bedoel, kijk, wat Rietveld daar doet, is Erdenk aan zich natuurlijk uniek en bijzonder in Nederland. Maar Erdenk vele, vele jaren, vele, vele jaren eerder, we spreken hier Erdenk 1906, hè, 1906, deed Macintosh al een beetje een duit in dat zakje van eenvoud. Hè. Dus Erdenk, broer, Erdenk, zeg maar rustig, Erdenk, Rietveld is in Nederland best wel bijzonder en uniek. Maar die Erdenk die cultuur omzag, of die verandering van Erdenk de cultuur, hè, in brede zin, ja, dat doet ze echt op alle plekken wel gelden. En op sommige plekken veel eerder dan andere plaatsen. Dat merk je wel. Dus goed, dan komen we denk ik bij de Rietveldhuis. Maar volgens mij moeten we eerst even een kop koffie hebben om daar hè, een beetje fatsoenlijk binnen te lopen. Zo, het legt me even weer af, hè. Ik kijk ook even naar de WhatsApp. Nou, volgens mij, Alex, ben jij degene die als enige vanmiddag online is. Ja, dat heeft nu wel te maken met net de on-demand mogelijkheid die er natuurlijk net ook is. Dus... hopelijk gaan mensen denk ik net van de week nog een keer kijken. Goed, volgens mij is in ieder geval het geluid goed gebleven, dus dat is verder geen probleem.
Goed. Nou, zijn we toe aan deel 2. Ik denk, ik zag net op de klok, we zijn een beetje uitgelopen. Dus ik denk dat, ja, goed, dat kan wel even gebeuren in het vuur van het verhaal. Maar goed, daarmee hebben we natuurlijk ook net iets afgerond. Ik denk wat betreft net zijn meubelkunst. En dan mag je natuurlijk inderdaad, dat weet je intussen net ook wel. Dat, Gerrit is geen, Rietveld was geen architect. Hè? Dus hij is wel, denk ik, in die zin opgeleid. En daar hoef je daar ook weer geen twijfel over te hebben. Maar nou, het eerste verhaal is natuurlijk gewoon het verhaal van de meubelmaker. Hè? Die, denk ik, voortvarend in de wereld van de stijlbeweging terechtkomt. Dan moet ik nog een naam misschien even noemen. Ik denk dat, dan hebben we het nou allemaal mooi op een rij. Dat is, denk ik, Robert van 't Hof. Ik denk een beetje onbekende, ik denk een Nederlandse architect. Ik denk op mijn site, daar vind je nog wel een verhaal over. Ik denk dat Robert van 't Hof. Ik heb, denk net met mijn zoon, denk net opnames gemaakt naar Utrecht om eens even een beetje rond te kijken. En dan notabene bij dat huis, het bekende, denk het Huis ter Heide, denk van 't Hof. Dat is op dit moment in renovatie. Dus ik denk dat komt dan in in dat filmpje, laat ik een beetje met beide benen op de grond. Hè. In dat filmpje, ik denk dat komt dat. Niet zo mooi tot zijn recht is. Maar kijk maar eens, ik denk, Robert van 't Hof heeft, ik denk, Utrecht, of heeft, ik denk, dat Rietveld waarschijnlijk, ik denk, geadviseerd in de kleurkeuze. Dus die wangen weg, hè, dus dat is al een dingetje. Dat is niet door hem, heeft iemand anders gezegd. En ook de kleurkeuze van de stoel, ik denk, is, ik denk, tenslotte waarschijnlijk door een externe partij. Of dat Robert van 't Hof of Van Doesburg, hoe dan ook. Dan zijn die kleuren intussen natuurlijk wel, ik denk, binnengekomen en worden die ook een belangrijk onderdeel van dat huis. Nou, als deze zwart-wit foto natuurlijk niet. Ik denk, in die zin illustratief, waar die wel illustratief voor is, is ik denk, de moderniteit. En ik denk nog steeds, als je het kent en weet waar het ligt in Utrecht, als je het ooit een keer bezocht hebt, dan nog staat, ik denk, kan het ik denk, dat ongelooflijk spreken door ik denk, zeg maar, die moderniteit. In deze foto wordt het volgens mij nog het mooiste geïllustreerd door de buren, waar het tegen aangebouwd is. Ja, want dat is ik denk, zeg maar, in alles een hele andere opvatting. Ik denk ten eerste natuurlijk door het baksteengebruik. Terwijl ik denk natuurlijk dat Rietveld zijn woning ik denk, suggereert ik denk, van beton te zijn. Maar ook hier geldt weer hetzelfde. Het is geen betonnen woning. Het is wel ik denk, onder andere gemaakt met beton. Er zijn, ik meen, 8 ik denk, betonnen kolommen. Die dragen ik denk, dat, zeg maar, de vloer. Dus is een grote vloerplaat. Maar alles wat hier wand heet, is gemetseld. Dus dat is eigenlijk nog ik denk, zeg maar, een beetje wishful thinking. Dus eigenlijk een gedachte van ik zou eigenlijk graag willen, maar het kan, denk, het kan nog niet. Zo zijn de balkons denk, wel bepaald. De uitstek denk, is groot, betekent dat er stalen balken zijn gebruikt om dat voor elkaar te krijgen. Dus hij gebruikt wel verschillende materialen, best wel ook moderne. Maar de kern van het huis blijft eigenlijk dan toch ook gewoon denk, het metselwerk. Nou, als we kijken, deze naar de plek, altijd een hele leuke anekdote vind ik, is denk, hoe ze ertoe zijn gekomen. Ze kenden elkaar dus in de tussentijd. Schreuder zelf was overleden. Truus wilde denk, zeg maar, een nieuwe woning. Hebben ze denk, allebei denk, op een zondagmiddag een fietstocht gemaakt. Zitten ze aan de thee, moet je voorstellen, Suzanne. En dan denk, dat kijken ze elkaar aan. En ze zouden bij, volgens mij hebben ze de vinger opgestoken of zo. Dus ja, ik en de ander meteen ook. Ik weet een fantastische plek waar we het huis. En ze kwamen natuurlijk allebei op dezelfde plek uit. Ze hadden allebei dezelfde plaats zien, onafhankelijk van elkaar. En wij roepen ook waar die pijl staat, is ook denk, perfect. Want ik denk, wat daarachter ligt, is de Hollandse Waterlinie. Dus ik denk, zeg maar, in de jaren 20, Jan, was daar het idee. Dat zal ik denk, altijd blijven zoals het is, dat uitzicht. Nou, intussen is natuurlijk wel een en ander gebeurd. Daar is al een hele drukke weg gekomen. In de jaren 60 wordt die weg ook nog voor de deur ik denk, verhoogd. Dan wordt het ik denk, zeg maar, een brug. En dat is een reden geweest waarom Rietveld riep ik denk, weg met het huis. Want het is niet meer wat het eigenlijk dat zou moeten zijn. Dat uitzicht is centraal. Nou, als je nu uitdenken binnen staat, dan, ja, dan kijk je dus tegen die weg aan. En die uitdenken druk niet meteen de goede reden is. Dit is het begin. En dat is eigenlijk een beetje een teleurstellend begin. Want dan denkt hij toch weer wat ouderwets in de term van een doosje. Hè? Eigenlijk een beetje hetzelfde verhaal als bij die stoel. Hè? Dat denkt net, hè, het is een kuipje. En er wordt langzaam uitdenken zichtbaar uitdenken een optelsom der delen. En dit is een doosje en langzaam wordt het denk, onder de handen denk, wordt het denk, de optelsom der delen. Dus denk, dezelfde beweging, maar denk, als maar het principe opnieuw weer moeten ontdekken. Nee, tot nu toe was het wel een principe wat hij kon hanteren wat betreft meubilair. Maar denk, een huis is iets heel anders dan denk, een stoel. En moet hij dus, als ware zou je kunnen zeggen, denk net, hè, de maquette spreekt wel boekdelen over dat ene, dat het uitzicht denk, al denk, de kern is. Hè, die open hoek. Dat is wel, ik denk, zeg maar, van meet af aan een onderdeel van het huis. Maar ik denk, ja, het huis ziet er nu zo uit.
En dat kan nog steeds, dat kan nog steeds. Het is nu ook wel weer gerestaureerd, in volle glorie Uiteng hersteld. Hè? Draagt ook bij, maar het blijft nog steeds een indruk. Hè? 25 wordt als jaartal genoemd, misschien beter toch nog 24, 25, in dat jaar wordt het voltooid. Ja, en dan wordt het nu al heel gauw Uiteng de trekpleister voor Uiteng een zondagmiddagwandeling. Begrijp je ook, heel veel Utrechtenaren gaan nu naar deze met maar één gedachte natuurlijk. Weet je ook wel elkaar zo aan, je ziet het al voor je, hè? Staan ze met z'n, alle voor de deur en dan staan ze, denken zo, moet je kijken, wat een maf huis, wat een gekke architectuur. Dus het is nieuw in Nederland. Was het een glasbol op de invoerdruk? Nee, dat was niet de bedoeling. Wel dat als een lichtbrenger, maar Truus heeft op een gegeven moment besloten om op het dak te gaan wonen. Dus dan staat er ook echt een glazen kastje op het dak. Om te ontsnappen aan de bezoekers. En dat klinkt wel vreemd. Want ze was ruimhartig en toelaat. Ik ben in 82 ben ik er geweest met docent. En toen was zij nog, was het huis nog als woonhuis in gebruik. En als dan bezoekers kwamen, trok ze zich terug in een glazen kastje bovenop het dak. Om daar, wat toen gebeurde, bleef doorgaan. Wat toen gebeurde, op die zondagmiddagen toen het net voltooid was, dat een hele menigte voor de deur stond, die dus gingen kijken naar het gekke huis, dat is gewoon gebleven. Niet dat die menigte, maar door de jaren heen kwamen er gewoon steeds weer mensen voorbij. In 1926 bijvoorbeeld, om iemand te noemen, stond die Adigitsky, een bekende Russische kunstenaar, die stond hier wel voor de deur met het idee, ik wil dat zien. En die had nu een mooie, dat in Rusland, in de Sovjet-Unie, werd het huis ook daarom gepropageerd door Adichitsky. Vanwege het feit dat het verhaaltje was, dit is het huis van een meubelmaker. Beter, dit is een huis gemaakt door een meubelmaker. Dat vertelde dus aan de nieuwe bewoners van de Sovjet-Unie, dat een handwerker in staat was, een arbeider eigenlijk, in staat was om zo'n huis te bouwen. Dus dat was voor Adichitsky ook een mooi argument in de richting van het communistisch ideaal. Nou, we weten intussen dat Nadritschot was wel degelijk ook een architect. Maar goed, dat maakt niet uit, hè. De bezoekers waren legio. Die stonden dus één voor één op de deurmat met het idee van ik wil het ook van binnen zien. Nou, dat gaan wij ook doen. We gaan even een klein rondje. Maar kijk, dit is van het Hof. Het Huis der Heide. Ik wist niet dat... Ja, nou goed, vooruit. Dan even een rondje. Misschien wel goed om te doen, want het principe van de stoel keert hij weer terug. Het principe van door laten lopen van de delen. En dan geldt het onder andere bijvoorbeeld naar zo'n hoekje als hier. Dat zie je wel. Het ene, de ligger en de staander ontmoeten elkaar, maar ze steken door. Ze zijn ook apart gemaakt in kleur. En daarmee ook zeggen, de kleur is voorbehouden aan de stalen delen, dus de lineaire elementen. En het verhaal van zwart, wit en grijs daartussen is net voorbehouden aan de vlakken. Dus er is in zin van degene dat een soort keuze gemaakt. Dus op het oog wat rommelig, bijna slordig. Hè? Maar die slordigheid heeft een principe. Het eerste is dus, je ziet het wel hier, doorlopen. Hè? Het gebeurt op alle plekken. Dus ook hier niet doorlopen. Waardoor de onafhankelijkheid van al die elementen blijft bestaan. Dat geldt ook voor de voorzijde. Een mooi dingetje vind ik, dit hier. Hè? Ook dat rode balkje loopt door. Dus er zit ook in dat... ik zal het maar even aan... Kijk, bankje bijvoorbeeld. Zie je dat? Klein dat balkje loopt iets door. Liggertje loopt iets door. Dus al met al, mooi ook, hè, dat de balkonschijf naar beneden toe doorlopen natuurlijk naar iets anders brengt dan alleen maar een balustrade waar je beschuimd weet. Maar hier beneden daarentegen is het om die reden ook wel, goed toef is een beetje een gek woord. Maar je begrijpt, als je daar zit, dan voel je toch, er is iets boven je, wat over je heen steekt en wat even die plek als ware defineert. Beneden is het huis misschien wat teleurstellend, kamertjes. Hè. Het zijn eigenlijk gewoon kamers met deuren. Ja, boven zingen de heerlijkheid van de open plattegrond. Nou, kijk even eerst als je naar die principes. Ik hoef niet steeds aan te wijzen, dat zal voor iedereen wel zichtbaar zijn. Of het nou het muurvlak hier is, of hier. Het loopt ofwel juist door, of het loopt juist net niet door, om de onafhankelijkheid van die delen nadrukkelijk te maken. Dus dat bouwpakketachtige, of beter gezegd, je hebt de indruk dat je het weer uit elkaar kunt nemen. Je zou zo een vrachtauto kunnen, de suggestie, hè, kunnen voorkomen. Dan kun je alles opstapelen en kan het ergens anders ook weer geassembleerd of gemonteerd worden.
En dat zijn uitdenken. Dat is geen werkelijkheid, zo is nooit gemaakt. Maar het is een esthetisch principe. Het is misschien wel hetzelfde principe wat je uitdenken. Ik weet niet of je dat toestel nog kent. Van de PTT heette dat nog, hè? Dat je op een gegeven moment dat ze allerlei kleuren begonnen te introduceren. Uitdenken. Je kent het wel, PTT groen, oranje toestel. Telefoontoestel, hè? En er was ook nog een doorzichtige. Ja, en die had een grote aantekening. Maar dan kon je zien hoe het uitdenken. Nou, ik had geen verstand van telefoons, maar je had dan de indruk van, ik kan zien hoe het in elkaar zit. Dat is hier ook een beetje, want wij denken, ach, we kunnen zien hoe het in elkaar zit. Dat is natuurlijk niet de werkelijkheid, maar het is wel, zeg maar, de heerlijkheid. Dat alle delen, dit is die hoek, hè. Die ramen die staan natuurlijk niet voor niets in dat nu zo open, om te illustreren dat het ging om dat uitzicht. En de ramen kijk, de stalen balk, die zit niet in de hoek. Die zit niet in de hoek. Dus uitdenken is net iets uit de hoek geplaatst. Maar hij is er wel en is ook nodig om uitdenken dat deel van het dak te steunen. Maar uitdenken dat tegelijkertijd door hem uit de hoek te plaatsen, uitdenken heb je de illusie binnen dat je vrij kunt kijken. Dat is een gekke ervaring, maar het is echt uitdenken dat het uitzicht als het ware tussen haakjes net vergroot. We gaan even naar binnen, we gaan even echt binnenlopen. Kom maar binnen. Ach, je hebt het waarschijnlijk wel eens een keer gezien. Je hebt het misschien zelfs al bezocht, hè. Je hebt misschien ook wel zeg maar, iemand die een rondleiding geeft naar het zien doen. Wat natuurlijk net hier de bijzonderheid is, is dat die wanden, hè, die wanden kunnen dichtgeschoven worden. Dus het huis heeft een dag- en een nachtstand. Dus dat is wel eens beschreven, ik denk met reden en recht, dat als je iets wilt doen in het huis, hè, dan moet je het huis ook daaraan aanpassen. Dus net als dat actieve zitten op die stoel, is de woning ook bepaald door activiteit. En door letterlijk, fysiek, dingen te veranderen. Deuren, wanden dicht te schuiven. Dus op al die plekken waar rood, geel en blauw, hè, de rails, daar kun je kleine kamers van maken. Slaapkamers, want dit is eigenlijk een slaapverdieping. Maar die kan zich ook presenteren als een woonverblijf. Dat is een beetje afhankelijk van de dag. Hè. Wil je uitdenken dat Truus heeft kinderen? Wil je dat s'avonds even de intimiteit van de slaapkamer? Dan moet je het dicht schuiven. En wil je overdag uitdenken de heerlijkheid van de ruimte? Dan schrijf je het allemaal weer op. Kijk, dit is een beetje een illustratie hoe dat gaat. En dat tegen de wens van Rietveld in, hè? Want die zei, ja, dat wil ik echt niet. Ik wil niet uitdenken, ik wil geen schuifwanden. Dat maakt het ook bijzonder. Truus haar aandeel is groot. Ze had een vriendin die woonde in Amsterdam. Wij zouden nu roepen in een loft. Die woonde op een hele grote zolder. En Truus vond dat heerlijk. Omdat die vriendin die had een ruimte waar niks vast stond. Waar niks bepaald was. Waar geen hokjes waren. Waar werd gezegd, dit moet je hier en dat moet je daar. En ze wilde dus ook hetzelfde in haar huis. En Gerrit zei, nee, dat is vlees nog vis. Dat is eigenlijk niks. Ik bedoel, dat is tussenin. Dus de schuifwanden die zo geroemd worden, die zijn ook te roemen, maar die zijn niet het werk van Rietveld. Hij heeft natuurlijk wel meegewerkt. En dat heeft nu wel, voor ons een indrukwekkende een aantrekkelijkheid. Hè. Dit is modern wonen, hè, waarbij je zelf bepaalt hoe je een ruimte gebruikt. Nou, de hele ruimte is nu kaal en leeg, dan kom je boven en dan roep je, ja, maar hier valt niet te wonen. Het is wel mooi om naar te kijken, maar dan moet je ook een beetje wegschuiven. Want dit is wel degelijk woonruimte geweest. Dus ik weet niet of, ja, dan heb je, kijk, dit soort dingetjes. Hè. Dus boeken, dat mag best wel. Het is niet zo dat de architectuur dringend is. En Truus een verbod kreeg op een plant of op boeken of whatever. Dat mag allemaal. Dus dit is eigenlijk een meer reëel beeld van die woning in gebruik dan dit wat steriele museum wat het nu geworden is. Ja, dan kijk ik nu naar dan heb je de Berlijnstoel, die hier staat, die hebben we net bekeken. Dat is dat fenomeen van die peer met die glasplaten. Dit is het uit de hoek geplaatst zijn van die kolom. Hè. Ook leuk, denk ik. Ik denk dat het gaat soms ver, hè. Dat denken in flexibiliteit. Want dit zijn de huiswerkplankjes van de kinderen. Dus ja, goed, ik weet niet of ze nog een keer in beeld... Nee, ik krijg ze niet meer in beeld. Maar die waren dus, die zijn hier en die kun je uitklappen. Maar als het huiswerk gedaan is, dan klap je ze weer in. Dan breng je ze gewoon weer terug. Ja, dus alles in dienst van ruimte. Niks als een obstakel, maar zo gauw de activiteit voorbij is... Dan kun je het wegklappen, dichtschuiven of openschuiven of whatever. En dat huis dat leent zich daarvoor. Nou, dit is inderdaad weer een oude toestand. Dus hier beter goed aankleden. En dan heb je... Ik had nooit te laten om
mijn diepe frustratie te laten zien. Want dit is hem, dit is hem. Ja, dus begin er niet aan, hè, begin er niet aan. Nee, ik denk dat... Mooi is, ik denk dat vond ik tenminste nog mooi, maar is ook wel typisch voor Rietveld. Is dat laat zien hoe het in elkaar zit. Dat wordt hier gedaan door deze plaat door te steken in het blad. En die plek dan niet te verhullen door het weg te plamuren, maar daar een blauw lijntje te zetten. Dus de kopse kant van deze platen is hier zichtbaar in de vorm van een blauw lijntje. Dus dan wordt het toch nog zichtbaar hoe dat ding daarin zit. En dan zit er dat balkje, dat vond ik eigenlijk een van de mooiste. Ik denk wat er net iets uitsteekt. Dat je net iets uitsteekt, net genoeg. Dat mooie, het zit me ook in wisselen. Het alterneren van zwart-wit. Bij de een is de kopse kant zwart, bij de ander juist de kopse kant wit. En dat is ook nog een overgang van van cirkel naar het vierkant. Je begrijpt, hier kan ik wel een uur mee doorgaan, maar dat gaan we niet doen. Dus we gaan verder met ja, dit is het dus. Dit zijn foto's terwijl Truus nog er woonde. Ja, dat is, ik bedoel, dat een heel ander beeld dan we eigenlijk van die woning hebben. Dus niet een compositie van kleur en vorm, maar gewoon net een bruikbare ruimte waar je wel heerlijk zelf kunt bepalen wanneer wat. Ik weet niet of je het traphuis, heb je ook misschien gezien. Dat is een eerdere opname. Kijk, hier is het open. En dan kan het traphuis helemaal gesloten worden. Dus in die zin is ook dat nog weer het flexibel. Ook weer bepaald door natuurlijk nou ook de temperatuur. Je kunt ermee het traphuis afsluiten. Of in andere tijden kun je het juist net openen. Hierachter zit wel de badkamer. Dat is wel echt een ruimte, iets meer gedefinieerd. Het heeft aan weerszijden schuifwanden, maar het is wel echt een kamertje, zou je kunnen zeggen. Goed, nou, dan ten slotte. Want dan moeten we uiteindelijk toch uitkomen. Want dan wordt de cirkel een beetje rond. Hè? Want we hadden we zijn begonnen met Michiel Brinkman. En nu eindigen we vanmiddag met Jan Brinkman. Die heeft de ellende mee moeten maken dat zijn vader had dus een bureau. Hij zelf was nog in opleiding. Dus wat te doen met het bureau van zijn vader? Wel voortzetten. Maar dan had hij wel iemand nodig die al zich architect kon noemen. Dus Leen van de Vlucht komt daar dan bij. En zo ontstaat dat bureau Brinkman van de Vlucht. Daarna, dat weet je waarschijnlijk dan ook, wordt dat Van de Broek en Bakema. Dus dat bureau is hetzelfde als Van de Broek en Bakema. Die hebben het tenslotte weer overgenomen. Van de Vlucht overleden, Van de Broek binnen. Daarna Bakema er weer bijgekomen. Dus dat is een mooi verhaal van continuïteit. Maar Van de Vlucht was de architect. Jan Brinkman was in die zin een beetje onthand, maar had al wel deze opdracht. Dus de noodzaak om een partnerschap aan te gaan werd letterlijk gevoed door de mogelijkheid om deze fabriek te bouwen, de Vanellefabriek. Die natuurlijk nog steeds boekdelen spreekt over moderne architectuur in Nederland. Dit is Jan Brinkman, dit is Leen van de Vlucht. Ik heb niet zo'n mooie foto van hem, vond ik, maar dat komt met name ook door volgens mij had hij flinke sterkte wat betreft zijn bril. Hè? Maar goed, hoe dan ook. Het verhaal van Van de Vlucht begint in 1924 in Groningen. Heeft hij daar de MTS vormgegeven. En die MTS, die school, die kan nog steeds wel indruk maken. Door het jaartal ook weer. Hè? Dus kijk naar misschien naar aan zich niet een bijzonder bouwwerk. Tenzij we stilstaan bij die curtain wall. Het doet een beetje denken aan het Bauhausgebouw in Dessau. Maar dit is wel een stukje eerder. En dan is dat wat je ziet bepaald door een beton skeletbouw. En dan komt de specialist op dat terrein. Die komt automatisch ook voorbij. En dat is ik zal hem even laten zien, dat is Wiebinga. En dan weten we waarom hier Maastricht de Wiebinga-hal hebben. En de kooksfabriek aan de andere kant zijn werken van hem. Hij is niet zozeer dus een architect, maar hij is vooral de ingenieur. Die Van de Vlucht en dus later Brinkman van de Vlucht bijstaat als het gaat om betonconstructies. Hij is de man met de know-how, of hoe je het ook verder wilt noemen. Wiebinga-hal natuurlijk even laten zien, de mooie bovenverdieping van de Wiebinga-hal. Dat is voor een jaartal alleen al, als je daarover hebt. We spreken 1912 een bouw die wat betreft betonconstructies een weerga niet kent. Jammer dat nu maar weinig meer boven komen. Maar goed, even naar de Vanellefabriek. Is nu een verhaal van ten eerste van moderniteit. Dat spreekt alleen al uit het kantoorgedeelte. Dat is nu spectaculair bezig om de bocht te brengen. Hè?
Kun je je voorstellen hoe het is als je hier met een auto komt aanrijden. Hoe dan alleen al dat denk ik, zeker de dynamiek brengt dat in het gebouw. En dit is nu wel het allermooiste moment. Als je dan uitdenkt dat als je dan s'avonds arriveert. Dat is heel goed dat ik dat gedaan heb. Want het is al 4 uur. Hè? Maar we gaan nog wel even door. Hè? Ja, het is alweer 4 uur. Ja, het is vreselijk. Maar goed. Dit is denk ik dat voor heel veel mensen uitdenken dat nu nog wel iets wat wonderlijk kan zijn. Hè? Ik bedoel, meer denk dat nu nog, hè, bedoel, het is niet meer ongebruikelijk. Maar als een gebouw zo kan oplichten als een lampion, hè, dat deed dat gebouw van Bauhaus en Dessau ook. Dat deed het Glaspaleis in Heerlen deed dat ook natuurlijk. Hè. Ik bedoel, ik denk dezelfde aantrekkelijkheid. Maar in deze maat en schaal, ik denk, is het nog wel, ik denk dat, opvallend. Dit zijn de directeuren van, ik denk dat, van Nelle. En dan moet ik nu maar één, ik denk dat met naam en toenaam toch aanwijzen, Kees van der Leeuw. En dat is uiteindelijk de opdrachtgever voor die fabriek. Wat bijzonder aan die fabriek is, is dat die niet alleen wordt bepaald door functionalisme. Van der Leeuw was inderdaad een zeer idealistische directeur, die uiteindelijk ook de bedoeling had om uiteindelijk zeg maar, een betere wereld voor zijn arbeiders te scheppen. En een van de illustraties daarvan is misschien dat uiteindelijk Brinkman van de Vlucht de opdracht heeft gekregen om douches te bouwen in de fabriek. En dan niet zozeer omdat het werk in de fabriek vuil zou zijn. Maar vooral omdat de mensen dan gelegenheid überhaupt zouden hebben om zich te kunnen wassen. Dus dan gebeurde dat, je hebt het gehoord in de tussentijd. In woningen was de wasgelegenheid vaak een afwezige. En door dit te doen had hij in ieder geval al de bedoeling om de mede. En dat geldt niet alleen voor zeg maar de douches. Van der Leeuw was sterk geïnspireerd door de theosofische gedachte. Dus echt een hele spirituele directeur. Ik passeer dat moment van, ik heb de theosofie nu even genoemd. Hè? Dus laat je Madame Blavatsky zien. Laat je natuurlijk naar Piet Mondriaan zien, de orde van de ster. Krishnamurti was uiteindelijk zijn spirituele leider. Hè? Hij volgde heel erg de gedachten van deze beweging. Die kwamen uiteindelijk in ommen bij elkaar, notabene. Van der Leeuw staat daar rechtsboven. Krishnamurti hier links beneden. Nou, ik passeer dat even, omwille van het verhaal van de fabriek. En die is indrukwekkend modern. En in die zin lijkt dat wat te bijten, dat de directeur dus nogal spiritueel georiënteerd was. Hè? Theosofische beweging daar lid van was. En dat hij anderzijds eigenlijk de opdrachtgever was van deze fabriek. Die alles behalve spiritualiteit, maar zeg maar dus sterk een materialistische gedachte omarmde. Zijn drie productieeenheden, ook wel aardig om daarbij stil te staan. Hè? Dat is tabak, koffie en thee, hè, die hier drie aparte delen hebben. Productie vindt plaats van boven naar beneden, volgens de wetten van de zwaartekracht zou je kunnen zeggen. Het meest spectaculair, dat is natuurlijk uit de constructie, maar het meest spectaculair zijn die transportbruggen. En die zijn natuurlijk daarom spectaculair, omdat ze zo eigenaardig en wat schuin naar de overzijde, naar de magazijnen doorlopen. Dat speelt bij de bouw toch een beetje ook de economische crisis. Want de gedachte was in het begin om de magazijn, hoofdvol, net zo hoog te maken als het gebouw, het productiegebouw aan de overzijde. Maar omdat economisch dat niet helemaal verantwoord, zijn de magazijnen laag gebleven. Moesten dus die transportbruggen moesten schuin naar beneden. Dus het spektakel van het gebouw is eigenlijk dan bepaald door de omstandigheden. En niet zozeer door de spectaculaire architectuur. Wat nu wel gezegd moet worden, is dat bij zo'n beton skeletbouw je zo'n transportband kunt verplaatsen. Het kan maar zo zijn, Jan, dat je denkt van ja, we reorganiseren de productie. We zetten op andere plekken machines neer. En dan kan het best goed zijn dat deze plek niet de beste optie is voor het aansluiten van deze transportbanden. Dus er zat in potentie mogelijkheid in om het gebouw te veranderen. Maar de grootste mogelijkheid, passeer even weer wat, hè? De grootste mogelijkheid dat bestond in de binnenruimte. En die is dan misschien net in onze ogen, het is nu ten eerste beton skelet bouwen, met wel die paddenstoelkolommen. En misschien herken je die, die zijn ook de basis in de Heerlen van het Glaspaleis. Zelfde paddenstoelkolom, hè. Wiebega is daar de uit. Maar het belangrijkste eigenlijk is het licht. En daar kijken we nu niet meer voor op, maar dat is toch die goed bedoelende van der Leeuw. Die vond dat mensen hoe dan ook licht moesten kunnen zien.
Het denk vaak zijn fabrieken, het denk in die tijd, zijn besloten uitdenkgebouw, waar het denk als je daar eenmaal binnen was, je eigenlijk niet meer zag uitdenken wat voor weer het buiten was. En de gedachte was hier, uitdenken, het zou zeker uitdenken, zeg maar, bijdragen aan het welbevinden van de medewerkers, als je links en rechts gewoon uitdenken licht kunt zien. Als er gewoon daglicht binnenkomt. Als je dus kunt zien dat het regent of de zon schijnt of whatever. En dan is dit misschien iets anders dan wat ik uitdenken dat net en dat suggereren. Want zo vrij is het natuurlijk ook niet in dat, Jan. Je ziet wel, er wordt, ik denk, het wordt toegezien bij de arbeid. Maar de ruimte daartegen laat wel toe dat we uitdenken dingen kunnen veranderen. Dat we uitdenken dat zaken zich kunnen aanpassen. Nou, als dat uitdenken zo is, hè, bedoel, het is niet helemaal zonder uitdenken idee over de compositie. Dus het begin van uitdenken, zeg maar, uitdenken dat, van de fabrieksgebouwen. En dan merk je wel dat uitdenken dat ten eerste die patrijspoortjes. Ja, doe sterk denken aan uitdenken de scheepsbouw. Dat is ook weer net, hè? Bedoel, en daarboven, ja, dan zou je roepen, uitdenken, zou je zo de scheepskapitein wel kunnen denken. Dus dat zijn wel referenties, uitdenken, bij deze architectuur. Dan is het wel zo dat dit het meest gesloten deel is. Dit is, uitdenken, het meest open deel. En dan komen we natuurlijk naar de bekende, uitdenken, fenêtres en longueurs, komen, uitdenken, voorbij, die we automatisch in de schoenen van, uitdenken, Le Corbusier kunnen schrijven. En natuurlijk heeft Le Corbusier in 1932 ook dit gebouw bezocht. Hè? Want hij heeft net de uitnodiging gekregen. En Brinkman van de Vlucht hebben de kans gegeven om niet alleen van begane grond, maar Le Corbusier heeft met een vliegtuigje over de Van Nettelfabriek heen kunnen vliegen. Dat is overigens op zijn minst niet zo'n rare gedachte. Want dat idee van die kapitein, wat nu naar deze foto mooi geïllustreerd. Dit is de tea room van de Van Nettelfabriek. Maar ik denk ook niet zo'n rare gedachte om er met een vliegtuigje overheen te vliegen. Want ik denk Van der Leeuw had zelf de gewoonte om tussen de middag met zijn vliegtuig even naar Oostvoorne te vliegen. Even een middagpauze. En dan kwam meneer de directeur, na de middagpauze kwam hij weer uit de lucht naar beneden dalen. Om op het voetbalveldje achter de Van Nettelfabriek ook zijn landingsplek te hebben. Dus dan spectaculair. Ik dacht, ik laat hem dan toch maar even zien. Het vliegtuig van Van der Leeuw, hè. Maar goed, dat is een illustratie van een man die dus technieken adoreert. Die staat voor notabene moderniteit. Maar die na de Van Nettelfabriek zijn bouw, zijn voltooiing, een hele andere weg in is geslagen. Ik denk ten eerste, misschien dat we nog kunnen herinneren. Ik passeer dus de woning van Van der Leeuw in Rotterdam aan de Kralingenplassen. Je zou zo ook weer snel willen denken aan Le Corbusier met alle elementen. Dat is dat fenêtres en longueur ook weer. Hè? Een prachtig uitzicht nu over de plas, duidelijk. Wonen gebeurt hier op deze verdieping. Dus het uitzicht toen, hè, met natuurlijk naar het bijhorende meubilair. Wel grappig om te weten, is dat in de eethoek, dat is ook echt een eethoek, die kun je dan, zat nog een klein hoekje, en dan kon je afsluiten met een gordijn. En dat was dan het rookhoekje. En dat vind ik daarom bijzonder, omdat Van Nettel is toch de tabaksfabriek bij uitstek. En dat dan roken zo in een klein compartimentje toegestaan was. Achter het gordijntje zou je kunnen zeggen. Dat alleen al. Nou, dit is de achterzijde van die woning. Maar het mooiste moet nog komen, net even naar boven, het dak op. En dan kom je bij het uitzicht op die Kralingenplas. En dan heeft hij de directeur heeft hier zijn workout. En het grappige is dat hij een roeitoestel heeft. En dan over de Kralingenplassen kan uitkijken naar roeiers die wel vooruit komen. En hij blijft gewoon op de plek. Maar goed. Dat is even, ten slotte nog, om het even te laten zien. Van der Leeuw is in ieder geval internationaal georiënteerd. En hij heeft dan notabene toch ook het vliegtuig genomen om, of de boot nog niet, het vliegtuig, dat kan nog niet, om dit huis te kijken. En ik heb dat een keer laten zien, als het goed is. Want dat is dat health house van meneer Neutra in Los Angeles. Heb ik het niet laten zien? Medewerker van Frank Lloyd Wright. Nee, niet. Oké, okay, deze Oostenrijk, nee, niet. Nou, ik denk dat het volgende, Van der Leeuw ziet dit thuis, onder de indruk. Dat mag je, onmiddellijk aannemen. Maar ik vind het een beetje sneu dat, Neutra woont, in een shingle house, met net gewoon een zadeldak. En die geeft dan, Neutra de middelen om dit huis te bouwen. Een architect, waardig, zou je roepen. Dus dat verhaaltje moest ik even kwijt. Ja, dan moet ik nog een ander verhaaltje kwijt. Van der Leeuw wordt directeur van het psychiatrische ziekenhuis in Rotterdam. Dus hij volgt na de bouw en het bezoek aan Los Angeles. Krijgt hij les van Freud en Jung in Oostenrijk, in Wenen.
En wordt dan uiteindelijk een belangrijke psychiater uiteindelijk. Zo kan het ook verkeren. Ja, zo kan het ook lopen. Dat is allemaal erg snel door de bocht, dat weet ik ook wel. Maar ik moest het gewoon echt allemaal even kwijt. Ja. Spijt me dat het zo kort was uiteindelijk, maar dat moet dan misschien ook aanleiding zijn om even nog dingen even op te zoeken of zo, zoiets. Ja. Maar volgende week gaan we weer andere dingen doen, hè? Dus dat is ook duidelijk. Dit was les 8 alweer. Ja, we hebben nog 2 lessen. Ja. We hebben nog 2 lessen. Waarbij natuurlijk net, een beetje komt wel van pas. Ik denk volgende week weer Amerika, Frank Lloyd Wright, maar dan jaren 30. En de laatste les zal ik denk dat Aalto zijn. Hè? Want daar moeten we denk ik dat mee eindigen. Ja. Goed, ja. Hey, tot. Ja, ik moet naar de kamer even naar. Oké, goed. Ja, tot volgende week dan. Hey. Hans, tot volgende week, hè. Zo. Ja, maar tot volgende week. Tot volgende week, hè. Ja. Ja, ik merk het, ja. Ja. Tot volgende week, hè. Goed. Dat geldt ook net voor jullie. Ik heb niet goed gekeken hoeveel mensen nog online zijn geweest vandaag. Hoe dan ook, denk ik, mocht je deze zo'n keer terug willen zien, het laatste ging een beetje snel. Ik denk, daarvoor, ik zei het al, mijn excuus. Ik denk, te veel willen vertellen denk, in te korte tijd. Maar ik vond dat het verhaal van de vanillefabriek toch wel even voorbij moest komen. Ook omwille van natuurlijk naar het begin en het einde van deze les. Het is af en toe inderdaad een beetje aantippen. Ja, dat is inherent aan ook wel de organisatie van deze cursus. Maar dat zou alleen maar aanleiding kunnen zijn om zelf nog eens naar dingen te gaan opzoeken. Vanaf deze plek in ieder geval een hele fijne week en tot de volgende. Tot ziens.